Welkom bij de Sectordag Iedereen in Beeld, georganiseerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds in samenwerking met het Departement van Cultuur, Jeugd en Media en de kabinetten van Vlaamse minister van Cultuur Jan Bon en Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle. Ik ben Josephine Dalemans, ik ben jullie host en moderator voor vandaag en naast mij zit Koen van Bokstal, directeur-intendant van het VAF. Welkom Koen. Dankjewel. Ben je er klaar voor? Ik denk het wel, ja. Wat mogen we vandaag verwachten? Wel, ik denk een hele boeiende middag. Ik zou iedereen heel graag hartelijk welkom willen heten. We zijn vandaag met 235 deelnemers, wat, heb ik me laten vertellen, het meeste aantal deelnemers is op die ene keer na in Bozar rond storytelling. Dus dat belooft wel wat. Het geeft ook aan dat het een brandend actueel thema is waar rond we bezig zijn. En ik vind het ook belangrijk dat we met zoveel zijn vanuit de audiovisuele en de gamesector, omdat het eigenlijk ook aangeeft dat we met z'n allen aanvoelen dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is om het te hebben over inclusie en gender. Ik denk dat het ook belangrijk is om vandaag het juiste verwachtingspatroon mee te geven. De mensen die verwachten dat het VAF vandaag het masterplan gaat uitrollen waarmee we al die uitdagingen in één handomdraai gaan oplossen, die zal ik moeten teleurstellen, want zo werkt het natuurlijk niet. Maar het is wel een hele belangrijke stap in een proces. En we gaan het daar nadrukkelijk wel met iedereen over hebben, van wat het VAF daarover denkt, wat onze visie is, wat we graag zouden willen realiseren, hoe we dat willen doen. En vooral dat we dat vandaag en willen doen, is een soort open en een verbindende uitnodiging naar heel de sector om het vooral samen te gaan doen. En oké, het VAF wil daar, en dat is nadrukkelijk ook een heel duidelijke uitspraak die ik wil doen, het VAF wil daar met volle overtuiging de rol opnemen van katalysator en accelerator om die inclusie mee te helpen realiseren. Er zijn eigenlijk twee basisprincipes die centraal staan daarbij voor ons. Het eerste is, je ziet het ook staan, iedereen in beeld. We willen absoluut een beeldvorming nastreven zonder stereotypen en die aandacht en oog heeft voor een representatieve en een authentieke weergave van onze samenleving. En meteen daaraan gekoppeld, heel belangrijk ook, is we ijveren voor gelijke kansen, voor gelijk talent. Later vanmiddag zal Anne Vijver, die bij ons werkt op onze afdeling talentontwikkeling, daar dieper op ingaan. Anne is ook recent de aanstelling gekregen als coördinator voor het VAF rond thema gender en inclusie en dat beleid daar rond. En zij zal de krijtlijnen en de visie van het VAF daarvan nog veel meer in detail gaan toelichten, het wat en het hoe. En eigenlijk ook al een aantal eerste resultaten. Want zelfs al gaan we nu een aantal versnellingen hoger schakelen, het is niet zo dat we daar nog niks rond gedaan hebben. Misschien wat minder zichtbaar, misschien wat minder duidelijk. En vooral ook, we gaan die initiatieven nog veel meer over alle afdelingen proberen heen te bouwen. Ik denk dat het een hele boeiende middag wordt. Het zal voor mij ook een beetje een verrassing zijn, maar er zijn echte topsprekers. En we weten dat ze heel inspirerende voorbeelden zullen meebrengen uit wat in het buitenland is gebeurd. En we hebben met opzet gekozen voor die buitenlandse sprekers om daarop dan te kunnen reflecteren met een heleboel vertegenwoordigers van de hele sector eigenlijk in Vlaanderen. En dat zal dan meteen gebeuren in die panelgesprekken. Dus ik wil eigenlijk ook heel erg graag een heleboel mensen bedanken voor de enthousiaste medewerking. Sowieso de Scenaristengilde, de Unie van de Regisseurs, de VOFTP, Wanda, Represent, Mediarte, Streams, Vlega. Uiteraard ook alle medewerkers van het VAF die er hebben aan meegewerkt, de volledige sector. Dank ook aan het departement Cultuur, Jeugd en Media. Ik ben heel blij dat zowel de minister-president Jan Bon als minister van Media Benjamin Dalle aanwezig zullen zijn, weliswaar digitaal. En ook Luc Delrue, secretaris-generaal van het departement. En zelf ga ik nu zo dadelijk uit het beeld verdwijnen. Ik kom pas helemaal aan het eind van de dag terug. Ik zal proberen van een samenvatting te maken van alles wat ik samen met iedereen heb gehoord. Klemtonen, suggesties, voorstellen proberen te capteren. En indien mogelijk daar meteen conclusies of voorstellen rond te formuleren. En eigenlijk ook meteen de wens uit te spreken dat het werk na vandaag uiteraard niet af is. Eigenlijk begint het pas. Ik denk dat het echt een werk wordt van lange adem, een volgeoude adem, maar ook een proces waarover we heel regelmatig willen terugkoppelen. En vooral, en dat vind ik erg belangrijk, een weg die we samen als sector met enthousiasme en resultaten zullen afleggen.
En ik wens iedereen dus een hele boeiende namiddag toe en tot straks. Oké, tot straks, Koen. En dan kom je terug met een afsluitwoordje. Ik ga kort even het programma nog eventjes toelichten. Zoals Koen zei, gaat Anne Vijver zo dadelijk de plannen van het FAF wat meer in detail bespreken. En dan beginnen we aan onze drie internationale keynote speakers. En elke keynote zal gevolgd worden door een panelgesprek van de mensen in de sector hier, die daarop gaan reflecteren. Maar eerst geef ik graag het woord aan minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Cultuur, Jan-Jan Bon. Hij wilde de sector vandaag ook graag even toespreken, dus ik geef het woord nu aan hem. Beste dames en heren, bedankt allemaal om aan te sluiten op deze sectordag Iedereen in Beeld. Een dag die ik samen organiseer met mijn collega, bevoegd voor de media, minister Dalle, het Vlaams Audiovisueel Fonds, en het departement Cultuur, Jeugd en Media. Hoewel we elkaar vandaag nog steeds in een digitale context moeten ontmoeten, ben ik blij dat we opnieuw een bijeenkomst kunnen organiseren voor onze boeiende en bloeiende Vlaamse audiovisuele sector. Een sector die, en het moet gezegd, zeer hard geraakt is door de coronapandemie, maar zich tegelijkertijd zeer veerkrachtig heeft getoond. Met de Vlaamse regering hebben we het afgelopen jaar verschillende initiatieven ondernomen om de sector te ondersteunen en door deze moeilijke tijden te loodsen. Naast de algemene maatregelen, zoals het systeem voor tijdelijke werkloosheid en de overbruggingskredieten, hebben we begin vorige zomer via het VAF Filmfonds 5 miljoen euro aan noodsteun voorzien, waarvan 4,5 miljoen euro om de schade bij door het FAF ondersteunde producties te dekken en 500.000 euro ter ondersteuning van de vertoners en publiekswerking. In nauw overleg met de sector werden basisprotocollen opgesteld zodat productieopnames zo snel en zo veilig mogelijk heropgestart konden worden. In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht maakten we eind 2020 opnieuw 20 miljoen euro vrij ter ondersteuning van de audiovisuele sector, waarvan 10 miljoen voor het VAF Filmfonds. Daarnaast werd ook een garantiefonds opgericht van 10 miljoen euro, 5 miljoen voor filmproducties en 5 miljoen voor mediaproducties. Dit garantiefonds was een belangrijke voorwaarde voor de heropstart van de audiovisuele sector in Vlaanderen, doordat het de mogelijkheid biedt om audiovisuele producties te verzekeren tegen de pandemie. Ik wens het departement CIM en het hele VAF-team te bedanken voor de grote inspanningen het afgelopen jaar. Maar in het specifiek ook toenmalig directeur-intendant Erwin Provoost, met wie we erg goed hebben kunnen samenwerken om die eerste zware stormen goed door te komen. Koen van Bokstal heeft het roer begin dit jaar overgenomen met de opdracht het schip terug naar veiliger wateren te brengen. Het is met veel vertrouwen dat we vandaag starten met de onderhandelingen van een nieuwe beheersovereenkomst. Voor die beheersovereenkomst hebben we ook jullie bevraagd. In oktober werd de opdracht gegeven aan de onderzoekers van de VUB SMIT in samenwerking met de Universiteit Antwerpen om een doorlichting te voeren van het audiovisueel beleid in Vlaanderen. Een belangrijk onderdeel van deze studie was een brede bevraging van de sector. De resultaten van deze studie zullen binnenkort gepubliceerd worden en vormen een belangrijke bron van inspiratie voor de beheersovereenkomst. De Vlaamse filmsector is de laatste jaren een begrip geworden, met jong en gevestigd talent, die elk relevante en unieke verhalen brengen. We zien het op de festivals waar onze talenten geregeld genomineerd worden en in de prijzen vallen. Ik denk aan de triomftocht in Cannes van Camera d'Or winnaar Girl, de recente nominatie van La Civile in Cannes en de twee Oscars voor Sound of Metal, een co-productie van het productiehuis Caviar. Maar ook bij de vele Vlaamse talenten die internationaal zeer gegeerd zijn. Adil El Arbi
en Bilal Fallah met Bad Boys 3, Felix van Groeningen met Beautiful Boy en Matthias Schoenaerts in The Sound of Philadelphia. Volgende maand is het ook de animatiefilm Where is Anne Frank te ontdekken binnen de officiële selectie van het festival in Cannes. De film werd met de steun van Screen Flanders en het Vlaams Audiovisueel Fonds geco-produceerd en het grootste deel van het animatiewerk gebeurde in de studio van Walking the Dog in Vlaanderen. De Vlaamse film laat zich dus zowel lokaal als internationaal gelden en weet duidelijk een publiek te bereiken. Hoewel we een kleine regio zijn, wordt de Vlaamse filmsector gekenmerkt door een eigenheid en een originaliteit die tot een hoge performantie leidt. We moesten vorig jaar helaas ook van vele toppers uit de sector afscheid nemen. Pionier en een groot filmkenner met een enorm hart voor de Vlaamse film, Robbe de Hert. Johnny Voners, onvergetelijk als Xavier Waterslagers, maar ook voor zijn opmerkelijke acteurprestaties in verschillende Vlaamse films. En filmcriticus en liefhebber Wart Verrijken. Wart droeg de filmsector een bijzonder warm hart toe en zette zich in voor diversiteit en gendergelijkheid in de audiovisuele sector. Ik ben daarom ook blij dat we vandaag dat thema kunnen samenkomen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. We willen alle talenten gelijke kansen bieden om hun verhalen op het scherm te brengen. Ik wens jullie allen een zeer boeiende namiddag. Dank u wel, minister Jan Bon. Ook Vlaams minister van Media Benjamin Dalle wilde vandaag graag aanwezig zijn om de sector even toe te spreken. Dus ik geef het woord nu aan hem. Wil ik jullie graag welkom heten op deze sectordag. En wat een jaar hebben we achter de rug. Hè. Ik hoop oprecht dat dit een van de allerlaatste keren is dat ik een videotoespraak geef via een videoconferentie. Ik zie jullie namelijk helemaal niet. Hopelijk zien jullie mij wel. Maar we mogen dan wel allemaal een groot hart hebben voor film en video. Maar laat ons toch eerlijk zijn. Zo'n videotoespraak dat levert zelden boeiende televisie op. Ik zal het dan ook kort houden. Ik wil van de gelegenheid natuurlijk gebruik maken om, net zoals de minister-president, bevoegd voor cultuur, Jan Bon, jullie in de eerste plaats te bedanken. Erwin en Koen, zeker, maar ook iedereen daar rond, iedereen in de sector die het beste van zichzelf heeft laten zien. Bedankt vooral voor jullie wendbaarheid. Ik herinner mij de allerlaatste weken van deze crisis, de allereerste weken beter van deze crisis nog. Meteen is de audiovisuele sector, en trouwens ook de gamesector, in gang geschoten om ervoor te zorgen dat er een sterk aanbod bleef. En dat zowel digitaal als op televisie. Toen de VRT bijvoorbeeld 4 COVID-proof mini-fictiereeksen zocht, kwamen er meteen tal van voorstellen. Denk maar aan de lockdown voor Kortverhalen op 1 en Ik U Ook op Catnet als mooie voorbeelden. En ook bij de private omroepen was er heel wat moois te zien in moeilijke tijden. Alles opnoemen zal ons veel te ver leiden, maar het is duidelijk dat de audiovisuele sector er alles aan heeft gedaan om ervoor te zorgen dat we die crisis even konden vergeten wanneer we bijvoorbeeld naar televisie keken. Bedankt ook voor jullie doorzettingsvermogen. Ik besef maar al te goed dat dit alles niet evident was. Tijdens de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog blijven doorwerken, blijven zorgen voor topcontent, dat is meer dan een marathon uitlopen. Ook jullie werden natuurlijk geconfronteerd met mensen die uitvielen en constant wijzigende regels ook. Bang afwachten ook hoe de cijfers zouden evolueren. Vandaag gaat dat absoluut de goede richting uit, maar dat is lange tijd anders geweest. Het heeft meer dan eens voor frustratie gezorgd, maar jullie hebben wel doorgezet. Jullie rol was echt essentieel. Bedankt tot slot ook voor jullie creativiteit. Zo'n coronaperiode dat toont volgens mij eens te meer aan hoeveel nood we hebben aan echt contact en echt met elkaar in verbinding te staan. En dat is niet evident als je met z'n allen thuis moet blijven. Via heel wat initiatieven van de audiovisuele sector bleven we toch met elkaar verbonden. Jullie hebben telkens nieuwe concepten, formats en programma's ook moeten uitvinden.
Merci dus voor die onmetelijke creativiteit en flexibiliteit. De minister-president heeft er al naar verwezen. We hebben getracht om vanuit de Vlaamse regering jullie zoveel mogelijk te ondersteunen. Via een coronanoodfonds voor heel wat actoren in de mediasector, ook voor het VAF Mediafonds en het VAF Gamefonds, ook via middelen uit voor de algemene economie, middelen voor de radioomroepen, de regionale omroepen, de VRT ook. En ik besef dat het niet alle financiële tegenslagen heeft kunnen goedmaken, maar met de steunmaatregelen hebben we wel een antwoord proberen te bieden op de meest acute noden. Ik denk ook aan het garantiefonds waar de minister-president al naar verwees. Maar nu is het vooral tijd om vooruit te kijken. We vaccineren op dit moment op snel tempo en we voelen het allemaal. Het einde is nu echt in zicht. Vooruitkijken, dat betekent voor de Vlaamse regering een versnelling hoger schakelen in de relance-strategie. En binnen het plan Vlaamse Veerkracht is er heel veel aandacht voor de mediasector. De minister-president verwees al naar de 20 miljoen euro die naar het VAF gaat. 10 miljoen euro voor film en 10 miljoen euro voor het mediafonds en ook voor het gamefonds gaan extra middelen. Maar we hebben ook een algemeen relanceplan digitale transitie voor de mediasector, waar we in totaal 35 miljoen euro voor uittrekken. En het grootste deel van dat budget, ongeveer 21,5 miljoen euro, wordt gereserveerd voor projecten die jullie zelf zullen kunnen aanbrengen. Dus we kijken daar enorm naar uit. Dat plan kunnen we dan natuurlijk niet alleen realiseren. Vandaar dat samenwerking ook centraal staat in het plan. Koen verwees er al naar dat samenwerking essentieel is om resultaten te boeken. En alles staat of valt natuurlijk bij ijzersterke content. En daar zijn we hier in Vlaanderen ongelooflijk straf in. Jan Jambon had het net over succesvolle films in het buitenland. Voor televisieproductie en ja, stilaan ook voor gaming kunnen we een gelijkaardig verhaal vertellen. En dat willen we de volgende jaren ook echt versterken. En het VAF speelt daar natuurlijk een centrale rol in. Het wordt dan ook de uitdaging van de nieuwe beheersovereenkomst om ervoor te zorgen dat het VAF een belangrijke motor blijft in de ondersteuning van kwaliteitscontent. Beste allen, vandaag spreken jullie ook over representatie in de mediasector, over gender en inclusie. En ik vind dat een bijzonder belangrijk thema. De maatschappij is de voorbije decennia een stuk diverser geworden. En helaas vertaalt het zich dit niet zomaar in een inclusievere samenleving waar iedereen een plaats heeft. En verschillende actoren hebben daar een rol in te spelen. Maar zeker ook de media kan zijn steentje daarbij bijdragen. De media speelt een centrale rol om mensen met diverse etnische en culturele achtergronden op te nemen in de beeldcultuur en de taalcultuur, zodat iedereen in beeld wordt gebracht. Ook bijvoorbeeld mensen met een handicap. Ook in zaken gender hebben we nog heel wat stappen te zetten. In dat verband verwijs ik ook graag naar mijn oproep, heel uitdrukkelijk oproep, om grensoverschrijdend gedrag ook in de mediasector hoger op de agenda te plaatsen. De afgelopen jaren zijn daar forse stappen vooruitgezet in de cultuursector, in de sportsector. Ik heb vorig jaar ook een oproep gelanceerd om ook in de mediasector daar stappen vooruit te zetten. En ik reken ook op jullie om daar de komende maanden, het komende jaar, sterk aan bij te dragen. En ik hoop dat vandaag een eerste aanzet mag zijn voor een betere representativiteit, beter voor en kansen voor alle talenten in onze bruisende sector. Ik wil mij deze legislatuur daar ook voor engageren om tot een echte inclusieve representativiteit binnen de media te komen. Vorig jaar reeds was er steun vanuit mijn departement aan het project Represent. We hebben ook in de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT ambitieuze streefcijfers opgenomen in dat verband. En om dat te realiseren, moeten we niet alleen in onze organisaties inzetten op meer diversiteit, maar ook in de verhalen die we vertellen. De Braziliaanse auteur Paulo Coelho zei ooit: "The power of storytelling is exactly this, to bridge the gaps where everything else has crumbled." In deze steeds meer gefragmenteerde en gepolariseerde wereld hebben we meer dan ooit nood aan ijzersterke verhalen en verhalenvertellers. Verhalen die ons raken, die ons samenbrengen en die ons weer doen dromen en vooruitkijken. Ik ben er zeker van dat we de komende jaren die verhalen zullen horen, zien en beleven dankzij sterke audiovisuele spelers. Ik hoop jullie vooral binnenkort weer te mogen ontmoeten en wens jullie alvast een heel boeiende middag toe. Dank u wel.
Dankjewel, minister van Media Benjamin Dalle. En dan gaan we nu meteen over naar Anne Vijver. Zij is coördinator van gender en inclusie bij het FAF. En zij zal de concrete ideeën en plannen van het FAF wat nader toelichten. Belangrijk voor de mensen thuis, jullie kunnen opmerkingen of vragen sturen in de chatfunctie. En ik zal er daarna, na de presentatie van Anne, enkele uitpikken om aan Anne voor te leggen. En nu geef ik het woord aan Anne. Ik wil jullie ook graag van harte welkom heten op dit sectormoment. Ik ben erg blij met de grote interesse. Dat betekent dat de tijd rijp is voor verandering. Het FAF heeft sinds geruime tijd aandacht voor gendergelijkheid. In commissies, juries, sprekers en workshopbegeleiders. Begin 2019 gingen we sterker inzetten op inclusie. De diversiteitsaanpak die bevraagd wordt bij elke aanvraag is zo'n concrete actie. Daar gaan we ook verder op blijven inzetten. Maar we wisten toen al dat de sensibiliserende tool die de diversiteitsaanpak is, niet alles zou oplossen. Daarom werd er in 2020 de werkgroep Gender en Inclusie opgericht. Deze kreeg de taak om de situatie te bestuderen en om een plan met concrete initiatieven uit te werken. Ik ben dan ook erg blij dat ik een aantal van deze initiatieven kan voorstellen aan jullie. In het jaarverslag rapporteerden we reeds over de cijfers waarover het FAF beschikt in verband met genderverdeling in de periode van 2018 tot 2020. Over 3 jaar zien we 2 positieve elementen. Het aantal aanvragen van vrouwen stijgt en na het selectieproces bij onze beoordelingscommissies daalt dat aantal niet, integendeel. We kunnen dus niet spreken van een unconscious bias bij beoordeling. Op deze grafiek tonen de blauwe blokjes het aantal aanvragen en de groene blokjes het aantal goedkeuringen. Maar tot daar de positieve noot. De ondervertegenwoordiging van vrouwelijke makers blijft. En dit is vooral te zien bij de instroom bij aanvraag. Er zijn meer vrouwen in de sector en die wil het FAF meer kansen geven. Maar inclusie is meer dan gender balance. Ook makers met een ander etnisch-culturele achtergrond moeten kansen krijgen. We zien ze meer en meer opduiken in onze projecten, maar we beschikken niet over concrete data op dit moment. Wat wil het FAF eigenlijk met dit plan bereiken? Het FAF streeft naar inclusie zonder stereotypen, met respect voor culturele verschillen, om een meer authentieke afspiegeling van onze samenleving op beeldscherm en in creatieve producties te realiseren. Als we spreken over inclusie, dan betekent dat dat we aandacht hebben voor gender, personen met een ander etnisch-culturele achtergrond, personen uit de LGBTI+-community, personen met een mentale of fysieke beperking, alle leeftijdsgroepen en alle socio-economische bevolkingsgroepen. Als we dit concreet willen maken voor de sector, dan willen we 2 aspecten meehelpen realiseren. Ik ga ze apart benoemen, maar ik kan ze eigenlijk niet loszien van elkaar. Het eerste aspect is iedereen in beeld. Het FAF wil meewerken aan resultaatsgerichte oplossingen voor ondervertegenwoordiging op scherm, in film, televisie en games. Daarbij promoten we 2 principes, het kruispuntdenken en de intersectionaliteit. En ook het NOZO-principe, het niet over ons zonder ons. Het tweede aspect is gelijke kansen voor gelijk talent in het maakproces. Het FAF focust daar specifiek op de doelgroepen die tot de kerntaak van het FAF behoren, namelijk producenten, regisseurs en scenaristen. Het FAF zal actief werken aan een inclusieve audiovisuele sector, met een duidelijk streefcijfer voor gender van 50-50 tegen 2025. We beseffen ook dat we mee kunnen stimuleren dat er meer diversiteit komt bij cast en crew. Hoe we dit gaan doen, wil ik verder toelichten. We gaan onze missie proberen bereiken met 4 invalshoeken. Monitoring intern en vindbaarheid extern is een eerste. Een tweede is belonen, sensibiliseren en barrières wegnemen om kansen te geven. Communicatie rond het thema, een derde punt, zien we ook als een belangrijke taak. Het vierde punt is overleg en samenwerking met de volledige sector. Op dit moment zijn we al 2 fasen gaan invullen, maar het spreekt voor zich dat het daar niet bij zal blijven, zeker indien er geen verandering of te trage verandering optreedt.
Ik ga me gezien de tijd beperken tot het voorstellen van de belangrijkste acties. In het najaar zullen we over onze plannen verder publiek communiceren. Dit plan is ook niet in steen gebeiteld. We hebben reeds vele gesprekken gehad met verschillende stakeholders en we gaan dit ook blijven doen om waar nodig bij te sturen. Ook deze dag zien we als een dialoog met de volledige sector. Ik ga meer in detail over deze vier invalshoeken. We beseffen dat als we de sector wijzen op hun verantwoordelijkheid, dat ook het VAF inclusiever moet worden. Daarom gaan we onze werking, personeelsbeleid en communicatie aan een diversiteitskan onderwerpen. We gaan deze ervaring ook delen met organisaties die bij publiekswerking ondersteuning krijgen. Daarnaast gaan we verder inzetten op dataverzameling. Dat betekent dat we voor gender verder gaan monitoren en rapporteren. De bedoeling is dat we op die manier onze acties kunnen evalueren om te zien of ze op termijn effect hebben. Op vlak van sensibilisering, maar ook op vlak van reglementering. Tussentijds moeten we dus kunnen ingrijpen indien de verandering niet optreedt. Om na te gaan of makers met een ander etnisch-culturele achtergrond bij het VAF voldoende kansen krijgen, gaan we ook data verzamelen. We gaan de achtergrond van onze aanvragers bevragen aan de hand van de VSOC-definitie, die ook door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de VRT wordt gebruikt. Deze stelt dat een persoon een ander etnisch-culturele achtergrond heeft, indien deze een nationaliteit heeft uit een land buiten de EU-15. Of indien deze persoon minstens één ouder of twee grootouders heeft met de nationaliteit van een land buiten de EU-15. Dit willen we binnenkort opstarten, maar we moeten eerst onderzoeken hoe we dit kunnen doen, rekening houdend met de privacywetgeving. Van zodra we de resultaten kennen, gaan we ook initiatieven opzetten om deze groep een stimulans te geven. Belangrijk om mee te geven is dat we nu al in alle onze initiatieven ook intersectionaliteit meenemen. We gaan ook de aanwezigheid van diversiteit op de beslissingsniveaus onderzoeken. Dit om te identificeren wie de belangrijkste gatekeepers zijn in productiestructuur. We willen daarover ook graag met de omroepen in dialoog gaan. Er is een grote vraag naar vindbaarheid van vrouwen en makers met een diverse achtergrond. Daarom gaan we met verschillende partners werken aan een centrale database. Een belangrijke partner daarin is Mediarte. Door te belonen, sensibiliseren en barrières weg te nemen, willen we actief verandering brengen. Daarom gaan we vanaf 2022 een impulspremie inclusie in het leven roepen. Deze zal geïnspireerd zijn op het bestaande systeem, maar natuurlijk met andere criteria. Hiermee willen we producenten positief stimuleren om meer vrouwelijk talent bij makers, maar ook bij cast en crew in te zetten. We gaan hierover de sector in het najaar informeren. In de tweede fase gaan we bekijken hoe we dit systeem kunnen uitbreiden naar inclusie in bredere zin. Om de sector verder te sensibiliseren, gaan we sectoractiviteiten organiseren binnen alle domeinen van het VAF, ook bij publiekswerking. Daar zal in het panel van namiddag ook meer details gegeven worden. Binnen het Gamefonds en ook Talentontwikkeling Filmfonds gaan we een proeftraject opstarten om makers te begeleiden bij een diversiteitsaanpak. In het panel over games gaan we daar ook meer over vertellen. Op die manier willen we de pool van coaches die we nu reeds hebben voor het begeleiden van projecten uitbreiden met experten in inclusie. Uit cijfers blijkt dat de uitstroom van vrouwelijk talent in de filmopleidingen zo goed als gendergelijk is. In onze cijfers van de aanvragen zien we dat het aantal aanvragen van vrouwelijke makers veel lager is. We gaan daarom initiatieven uitwerken om barrières die bestaan voor hen weg te nemen. We gaan opleidingen voorzien zoals pitchworkshops, inclusief en verbindend leiderschap, unconscious bias training en zo verder. En dat voor producenten, makers, maar ook voor de commissieleden. Zoals gezegd, speelt de unconscious bias minder acuut, maar we zijn ervan overtuigd dat ook zij gebaat kunnen zijn met meer inzichten over inclusie. We willen ook een aantal vrouwelijke regisseurs een extra boost geven in hun carrière.
Daarom gaan we een mentorprogramma uitwerken. De focus zal daar zijn: opleiding, coaching en uw netwerk verbreden. Om de sector te informeren en te inspireren, gaan we ook de VAF-communicatie afstemmen op het thema. We zijn op dit moment aan het werken aan een nieuwe VAF-website die we in het najaar lanceren. Daar zal gender en inclusie een prominente plek krijgen. We gaan er informeren over onze plannen, sensibiliseren en ook tools aanreiken om in te zetten op inclusie. De rolmodellen die nu al in onze communicatie voorkomen, gaan we verder inzetten als een belangrijke schakel bij het wegwerken van barrières. Audre Lorde zei ooit: "You don't have to be me in order for us to fight alongside each other." We beseffen dat het VAF een belangrijke taak heeft en dat wij ook verandering kunnen brengen. Maar we doen een warme oproep aan iedereen in de sector om dit te ondersteunen. Want zonder ieders inzet kunnen we deze verandering niet verwezenlijken of zal ze ook niet duurzaam zijn. Daarom wil het VAF een schakel zijn in het overleg met stakeholders uit de sector, audiovisuele opleidingen, maar ook met het beleid van cultuur, media, onderwijs en gelijke kansen. Ondanks dat de in- en uitstroom van in de filmopleidingen gendergelijk is, zien we dit niet bij de gameopleidingen. Ook andere ondergerepresenteerde groepen vinden niet de weg naar de audiovisuele opleidingen. Het VAF wil hem daarmee aan de kar trekken om diverse groepen jongeren te stimuleren om deze keuze te maken. Want diverse makers zorgen voor diverse verhalen met een juiste representatie. Het hele VAF-team zet zijn schouders onder dit plan en daarom wil ik hen ook uitdrukkelijk bedanken. Maar ik wil jullie toch graag voorstellen aan de werkgroep Gender en Inclusie. Ik ben het externe aanspreekpunt, maar aarzel niet ook om met Naomi, Nathalie en Diana van gedachten te wisselen. Naomi en Diana zitten ook deze namiddag in een van de panels. Meer details kunnen daar dan ook nog gezegd worden over onze initiatieven. Sommigen zeggen misschien dat de tijd verandering zal brengen, maar laat daar James Baldwin een antwoord op geven. How much time do you need for your progress? Het VAF wil daar alleszins niet op wachten en wil nu initiatieven opzetten om dat proces te versnellen, om in 2025 een duurzame verandering te zien. Tot zo de voorstelling van onze visie en initiatieven. En ik wil heel graag nog eventuele vragen zo meteen beantwoorden. Ja, en Anja zit hier nu naast mij. Dank je voor de heldere presentatie. Ik heb één vraag binnengekregen. En jullie hebben heel veel initiatieven ontwikkeld om gender en inclusie te stimuleren en om barrières weg te nemen. Maar waarom kiezen jullie niet voor harde quota? We hebben ervoor gekozen om voor een systeem een positieve stimulering te werken. We denken dat dat in eerste instantie een positiever verhaal kan brengen, waarbij dat ook producenten actief op zoek gaan naar vrouwelijk talent en divers talent. En dat ook duurzamer zal zijn op termijn. Ja. Als de mensen de plannen willen nalezen of ze hebben vragen voor jullie, waar kunnen ze terecht? Ja, zoals gezegd ben ik het externe aanspreekpunt. Dus ze kunnen mij altijd contacteren als ze vragen hebben. Maar we gaan de plannen ook op onze nieuwe website zeker ook een prominente plek geven. Maar zolang dat die nog niet gelanceerd is, gaan we ook op de huidige website wel bekijken om daar ook de plannen te communiceren met de sector. Oké. Je hebt mede keynote speakers gekozen. Naar wie kijk jij het meest uit vandaag? Ja, eigenlijk naar alle drie. Ik heb al heel veel goede dingen over hen gehoord. Ik heb ze zelf nog niet horen spreken. Maar het zijn alle drie echt krakken in hun domein. Dus dat gaat heel erg interessant zijn. Ja,
En de Vlaamse sector misschien een beetje wakker schudden. Ja, dat hoop ik. Absoluut. Voilà, ja. Dan gaan we dan nu meteen aan beginnen. Bedankt voor de plannen uit te leggen. Ja. En dan gaan we over naar onze eerste keynote speaker. En dat is Kim Belair uit Canada. Kim Belair is een narrative designer. Zij heeft meegewerkt aan een heel scala van games, waaronder Assassin's Creed Valhalla. Ik hoop dat ik het juist zeg. En zij zit ook in het selectiecomité van Wings. Hi, Kim. Can you hear me? Yes. Hi. Hi. Welcome. We're so glad you're here with us today. And we're very lucky that you could make time for us. I'm excited to be here too. Yeah. I don't want to waste any more time because we got a tight schedule. So I'll say the floor, or better, the screen is yours, and take it away. All right. Thank you so much. So, hi, everyone. I'm Kim Belair, and I'm the CEO of Sweet Baby Inc., as well as a writer and a narrative designer. Both before and through my company, I've worked on a lot of projects with a lot of places, working on Suicide Squad with Rocksteady. We did some Dota with Valve, Goodbye Volcano High with Co-op, Shedworks, Sable, Panic. We're doing some Playdate stuff. And I've also been on the advisory board of a few funding bodies, including the Wings Fund, which specializes in grants for women and marginalized people working in games and funding projects that come to us through there. But I think the real reason that I'm here today is because of Sweet Baby's other work and because of my work with groups like Wings, which are both centered around bringing new and marginalized talent to a growing industry. Because kind of as much as I do in the world of story or writing, the thing that I think keeps me talking, keeps me showing up at conferences like this, or that people ask me the most about, it isn't actually narrative, it's diversity. And specifically, the question that I get asked most often is, how do I bring more diversity to my project? And when I get asked this, and I'm sure that you know, you've encountered the same thing, is you get it from teams that are often light on diversity already. And based on the demographics of the games industry, I don't think this is necessarily true everywhere, but I think that it's often true in entertainment and film and everything like this. And you see that most of the teams that are asking, how do I bring more diversity, are predominantly white, they're predominantly male, and they're mostly straight. And obviously there's variance there, because when we talk about diversity, we mean a lot of different things. But when we're talking about an industry like the one that I work in, that's the baseline that we usually use. And what I kind of find interesting about the question of how do I bring more diversity to the project is that it positions diversity as something you can kind of add to a team by bringing in some element of difference. So it's kind of like my project does not have diversity, but now that I've hired, say, an Indian American writer, now it has diversity. And then that Indian writer, let's say, leaves after the script lock or after the end of the project. And then we have this idea that the game or the project is still diverse, but now with that person leaving, the team isn't. And then a lot of the time, the effort on the team to diversify stops being made. We say, okay, we brought in a diverse perspective, we got their eyes on it, and now we can kind of go back to hiring the way that we always have. But instead, what I would suggest is that diversity, as we define it, should not be just an action, it should be a practice. It should be something that we're thinking about for all facets of our project, all facets of our teams, all facets of our movement through our respective industries. Diversity and representation, they're not things that you either have or don't. They are things that you have to work towards creating, supporting, and maintaining. And so, today, in the very short time that we have, what I want to do is tell you how I think that can best be done. Because while we definitely don't live in a world that's like supportive of diversity and inclusion a lot of the time, and it can sometimes feel like we can't find diverse talent, I think that the kind of quiet reality of the situation is that there's a huge amount of incredible talent from all backgrounds in and out of the industry, and it's actually not that difficult to find them. But we do need to change our approach. And so the example that I want to use here today is, you know, my own
experience and my company's experience and what we learned by making diversity and representation a priority and setting it to be something that's equally important as any of the work that we do with our clients. Because I think that, you know, much like a lot of people who set out to accomplish something diverse and to add representation, I think we set out with one idea, eventually pivoted and found something that's not only worked for us, but I think can actually work for a lot of people and yourselves as well, if you have the resources and if you're willing to do it. Because I think the thing with all of this is, and with changing our industries one game or one project at a time, is that it takes effort. So as I lead into my story, I think what I'd like to do is ask you to think about a question. And that question is, if you are looking to get diverse talent, what are you willing to give? That's a question that I have to ask a lot, and it's something that we think about a lot. So I'd like you to keep it in your minds while we talk. Way back at GDC 2019, which is the Game Developers Conference, I gave another talk, and that talk was called Representation as Innovation. That was me back when we used to do things in person. And the project was about looking at the representation of marginalized people as a form of innovation in and of itself. I talked about the idea that stories in games are as much a core mechanic as any other interaction that we have with a project. And so a shift in perspective, say from like we have a white protagonist and we change that protagonist to a Muslim woman, right? That perspective change actually changes the story so much as to be a different beast altogether, right? Or an innovation. And I was pushing against this idea that we have of diversity where it's just a palette swap. And I was saying that no, the experience of living in a different body provides a different perspective, and that perspective will change the player, the viewer, the interactor's experience with the project, right? And to me, that's something that's very much still true and something that I try to consider on every project that I work on. But the way that I suggested going about this was simply hiring diverse talent. I said, you know, you should find them, you should put them on your project, you should help lift your project up and help lift your developers up. And what I didn't realize at the time, though, when I was suggesting something like, okay, hire diverse talent, was that that was actually the biggest stumbling block for a lot of people, because people just couldn't find any diverse talent. No matter what I would do, no matter where I would go, that refrain of we can't find any was something that I was always hearing, despite the fact that, you know, myself or other marginalized people are kind of shouting from the rooftops like, no, we're here. And so when I was encountering that problem, I said, okay, maybe I'll kind of try to diagnose it. So I say to people who say we can't find diverse talent, I say, okay, what did you do to find talent and how did this fail? And the answer that I get is usually the same. They put up a posting or they set up an event and they encouraged very vocally or very prominently in the text, please, marginalized people, apply or approach. And then one of two things happened. One, they didn't get any marginalized applicants. They weren't able to find the people that they were actually looking for. They put marginalized and they didn't get any responding. Or B, they did get applicants, but those marginalized applicants didn't have enough experience. So no matter what, even if they wanted those applications, they couldn't put them in the role. So I have two answers that I will give off the bat to these things. So if you are one of the people who asking these questions and this is the only blocker that you have, you can just leave early because I'm about to tell you the answer to these. And the first one is if you didn't get any marginalized applicants, you have to consider first that like marginalized people are significantly less likely to apply for jobs that they are even slightly underqualified for, or even jobs that they are qualified for, but don't qualitatively feel that they will get. And when you're thinking about how you want to kind of dissuade them from thinking that way, you have to consider your actual studio, your team, wherever you're working. Are you a homogenous group? Are you actually an inviting space for marginalized people? Are you asking them to be the only marginalized person and to use their expertise when they come to your team? When you are considering diversity, are you considering it as part of your team? And are you considering marginalized people in your project's audience so that you can attract a diverse set of fans,
watchers, players, viewers, or are you just hunting for diversity? And to me, when there are no marginalized applicants, it has to be on, the fault has to lie on the side of the poster of that ad. If you're seeking difference, then you must act differently. It's the only way that something like this can work. And if the marginalized applicants that you are getting don't have enough experience, you need to consider why you're hiring a marginalized person, right? Why did you put in that ad that you want marginalized people? Are you just looking for diversity, or is there a reason, right? Because ostensibly, if you're seeking deliberately a marginalized person, you're looking for someone who has a specific set of experiences that they can bring to the table and to your project. Because otherwise, again, you're just making a diversity hire. So if we know that we not only want to spice up our dev team with a new person, right, we actually want to bring someone who's going to contribute, we have to consider that what we're asking of our marginalized devs is often going to be twice the work for the same amount of money. When you hire an overrepresented person, you're asking them to do the job that they were trained to do. But when you deliberately hire a marginalized person with an aim to bring more diversity to your project, what you're asking them to do is work that's in addition to the skills that they've had to hone just the same as anybody else. And you're asking them to make use of the work that they've done outside of your company for free. And so to some degree, when you're hiring a marginalized person, you need to consider that their life experience is part of the additional experience that you're hiring for, because the extra work that you'd be wanting them to do is going to draw from that. And frankly, for that recognition, they deserve it, because a lot of the time these skills can be taught, but life can't. And if you're going to draw from both, you have to compensate and respect both. But even these, those are two answers, but even these ideas are predicated on maintaining the existing methodology, right? Of treating ads and postings and requests like they're the best way to hire or to encourage people to apply or to encourage people to ask for funding. And we think that we're trying our best, right, to accommodate marginalized people by putting these ads out, but ultimately the system is built against the marginalized, right? And so these tactics work, but only to a degree. Because what actually helped us at Sweet Baby, what helped me to kind of break free of this, was something actually quite different. And the catalyst for this was, you know, three things that were kind of unusual or hugely unusual. The first was, of course, the global pandemic. The others were the sweeping Me Too allegations that swept across the games industry. And the last was the global position of the Black Lives Matter movement in 2020. And those might seem like odd things to kind of, you know, serve as a turning point, but also I think they, or maybe they seem exactly appropriate to seem like a turning point because they're huge and, you know, created great schisms in our society. But all these things, through the limited perspective of at least the games industry, it really laid bare the truths about how we operate, right? COVID showed us that in our industries, we can work differently, more accessibly and more inclusively to anyone. And it also showcased, I think, the failings and the violence of the capitalist systems we've been forced to live in. And with the Me Too allegations, we were shown how predatory and unsafe our industries were to women and marginalized people, and how bad it's always been, even when people have told us it's nice. And with the Black Lives Matter movement, we were shown the profound societal inequalities that have gone unaddressed so long. And suddenly, people and companies who had been silent for so long were incredibly vocal about their support. And that created this kind of strange time in games and in media in general, where this window of opportunity seemed to open. But even after a few weeks, I was seeing just the same things. Ads were being posted inviting Black people, marginalized people, just women in general to apply, right? But few jobs were actually being given. People wanted to say, oh, we're gonna be more inclusive, but they didn't want to do the actual work of hiring people. So at this point, I was at a loss because this is supposed to be something that I want to do. And I was trying to figure out what is the best thing that we can do. How do we kind of break through these tendencies and actually change something? And for myself, I did the only thing that felt right for me at the time. And that was because I'm a writer to write about it. And I wrote a letter that was just a hope that I had of helping, because I didn't have any full-time jobs to offer. I didn't have a ton of money to give for myself or from the company. And I certainly didn't have the power that I wanted in the industry to, you know, make sweeping changes.
But what I did have was a feeling. And so, you know, I wrote this. And I won't make you read the whole letter, but that is what we posted on the Sweet Baby website. I'm going to read you a section of it here. It is challenging enough to navigate this world as a Black person and to find solace, solidarity, and support. This is equally true for Black people working in and adjacent to the games industry, where opportunities are rarely afforded, help is rarely given, and Black and other marginalized voices are ignored, silenced, or actively threatened. We want to help in what ways we can. But we also want to help Black devs and aspiring devs find their footing and get concrete help in the industry, with an aim to get people the credits and paid experience needed to make headway, as well as providing counsel, support, and venting space. We set up this email, talk@sweetbabyinc.com, and we invite you to reach out and let us know what you need, even if it's just a listening ear. We'll help where we can. At the very least, we can offer advice, calls, portfolio punch-ups, marketing help, Q&As, and conversational space. Wherever possible, we'll connect you with paid work, training, and connections with experienced developers across disciplines. And that was essentially it. And it changed our company, and it changed my life, because we were already doing the work of bringing people on board, of getting them credits and experience and helping wherever we could. But all of a sudden, by just saying, hey, how can we help you? We were hearing from people who would never apply to a job posting because they didn't feel like they'd be accepted. We were hearing from people who wanted to be in the games industry, but no one had ever made time to talk to them. We heard from kids and parents, from older people who felt the industry was too young for them to even join it this late. And we even heard from a lot of, you know, more than accomplished industry veterans who just wanted a place to commiserate and chat. And all it took from us was one step forward to say, instead of talking about what we need, how about we talk about what you need? And so from all these people who were coming to us, who were saying, okay, if you're not asking for anything in particular, you're not asking for qualification, you're asking for a challenge, you're saying, hey, what do you need? What do you want? We started to build a list. And we would correspond via email as much as we could. And we would start setting up 30-minute talks with people just to get a sense of what they needed and what we could do for them. And sometimes that meant we could onboard them to a project and get them work very quickly. But often it was just connecting them with people who might listen, right? To hear out their needs and feelings and try to offer whatever support we could. I would just kind of take 30 minutes whenever I could. And I have a busy schedule, work on a lot of stuff, but I would tuck it in and say, okay, let's talk for 30 minutes. What is it that you're looking for? What in the games industry interests you? What do you want to learn about? What are the resources that you don't have? And, you know, we kept doing these meetings. We didn't put any restrictions on any of the length of the, you know, any of the duration of the calls. We didn't put any duration on the amount of calls we would have, how often we would do them. We just offered whatever we had of our time, and we made sure to prioritize everyone as much as we could. And sometimes that meant that things did fall off, right? It's not perfect. But by the end of a few weeks into a few months, we realized that we had this roster all of a sudden of really talented, really, you know, diverse people who all had this common goal of finding and making or just maintaining and growing a place in the industry. So the next time someone said to us as a company or to me, hey, I'm looking for someone from game dev from this background, we suddenly had someone to refer. And not only that, we didn't just have a stranger to refer, we had someone who we actually knew a little bit, you know, who had just been waiting for somebody to care enough to find them. And so even when we weren't looking, we said, okay, if we can't get jobs for people, what else can we offer? And so we started doing free workshops in narrative design, in game design, and we started doing Q&As as well as workshops. We did portfolio reviews. We brought people in to kind of have paired off mentorships and conversations. And it was just whatever we could do to actually start supporting the marginalized members of this game community as part of our daily practice rather than just for our jobs. And when we started offering these workshops, people started coming because we weren't, again, offering a challenge. We were offering just a low stress, casual invitation to get something that would help them. And what happens when you do that is that a community forms, right? You start to see the same people coming back for different workshops. You start having people pass on word about the 30-minute chats so that you get more people signing up for them. And you start to get to know this like huge group of people who would otherwise exist completely outside of your games industry circle. And you also have a lot of fun. Because I think we all go to events in our industries, right? We all go to industry parties and we go to resource events, we go to educational events, and we look around and we don't realize who's not there.
And the reason is people don't know about these things. And these are kind of the ways that we immerse ourselves in an industry before we join, right? We kind of get a chance to hang out, to be casual, to rest, to relax, to explore at our own pace before we're pushed into this, whereas a lot of marginalized people don't have that privilege of being able to enter the community. And so creating one absolutely helped, right? And for one thing, it helped me and it helped us, because I think what's easy to forget in this industry after a long time is that you are valuable and your time is valuable. So giving back to the community isn't just, you know, volunteering, it's actually investing. And that is what marginalized people in any industry deserve and need, right? They need our investment, they need our care, their attention, our time. Because ultimately, when we talk about diversity, I think what we should really mean is that we want to do better and be more inclusive, more representative, and more intentional about the things that we do. And as cheesy as it sounds, right, it starts with you. Because genuinely, a very funny thing happened when we built that community, as disparate as it was. We never had a problem again finding diverse talent because we knew people. And then after we were able to staff up our own projects when we had to, clients started asking us to do that for them. You know, they said, hey, can you staff up our writer's room? We need a diverse writer's room. Can you staff up this team? We need a programmer. We need this artist. We need a game designer. And it became a part of our work. And we've done it now in AAA. We've done it in indie. And we even recently started a project with Panic, where we've staffed a pair of Playdate projects with a team of first-time devs and industry veterans to create kind of another team slash community that not only will create great games, but I know that will help each other as much as they've helped us, you know? And we've been successful for a couple of years now with this. And genuinely, the work that we did was not shouting that out that we needed marginalized developers, but kind of looking to the people that our industries have underserved and saying, hey, what do you need and what can we do? And for me, that is at the core of all of this. And that's where you can find diverse talent. And so that's where I want to return to the question, right? If you're looking to get diverse talent, what are you willing to give? And so if you want to change, right, be a part of that change. And so I just want to end kind of by saying, hey, here's how we're going to do this. One, give time and mentorship. And don't structure it too harshly. I think my take on mentorship is that it's really, really great, but it often drops off, especially when things are busy. And offering bite-sized meeting, 15 to 30 minutes there, having lots of different people, just setting up a Calendly that people can kind of grab their own slots with you at their leisure. Getting people tangible help, that's going to get people in the door. You have to give resources. Whoever you are, you have something to share. And if you see someone talented, but who's missing the education or the experience to get the skill, ask yourself, how can you provide them with some training, some on-the-job challenges, and even just some education that's going to get them to the level you need, right? Can you put on a Zoom workshop? Can you record yourself filming something, designing a level, animating something? Can you write a thread that elucidates a challenging concept on Twitter and try to, you know, get it out there in the world for people to be able to latch onto? Any of these things can help, and they will, and they do. We also need to give consideration. We need to remember that marginalized people are encountering the same kind of industry resistance that you might experience, but they're also going to get it across the board and often worse. So instead of throwing your hands up in frustration when another ad goes out without any answers from marginalized talent, please consider that every time you hire one person based on an ad, you're rejecting X amount of others. And when you're already up against an unfeeling world, that adds up. So give consideration. Make sure you're considering that whenever you're seeking marginalized talent. And of course, finally, give back. Ultimately, in our industries, we're all lucky in different ways. You know, just to work day in and day out in this industry, just to be here in a talk like this, to be able to talk to our peers, to our colleagues. This is an industry, and we exist in industries that are so hard to break into. So when someone comes to you and says that they need something, consider how fortunate you've been, how privileged you've been, who has supported you, right? And try to be that person and open those resources to someone else. And do it in different ways, right? It doesn't have to be in your own industry. You can reach outside of your industry and into others. You can pull other people. We have seen people change industries and get into this job because they didn't realize what they were interested in. And the aim here really, and the reason that I say it's
we can spread outside the industries, because the aim is to adjust the overall way that we move through the world and to kind of add more generosity when we can, because representation can never be selfish. And I promise, though it takes time, right, you will get what you give. So to end, I want to say simply that none of this is magic, and the question of where do I find diverse talent isn't a hard one, it's just sometimes hard to see. But if you're willing to do the work and to give of yourselves and of your projects, then you won't simply get diversity, you will become part of it yourself. Thank you. Okay, thank you so much, Kim, for your clear and inspiring presentation. I just have two small questions for you, if you have the time for us to answer them. The first one is, do you think there's a big difference between the European game industry and the American gaming industry, especially on the topic of gender and diversity, or do you think that this is a universal problem? Did you hear my question, Kim? I see. Yeah. Should I repeat the question? Or? I would say it's definitely a universal problem. I think that we across the world we have issues with. Yes. Yes. Can you hear me? Yeah. Yeah. There's a bit of a lag in the sound, so it's okay. Just go ahead. Oh, okay. Yes, so I think it's a global problem, and it's something that we need to work on collectively. I think that what I do see in the European game industry a lot is a lot more unions. I see a lot more educational resources, and I think because of, you know, the way that things are organized over there, we do have a lot more free resources or government-funded resources. But overall, I think that it still remains an issue of privilege and of access that we really need to work on addressing if we're going to change anything globally. Mm-hmm. Okay, thank you. Another question is a question from my own. I am a mother of two teenage boys who are frequent gamers. And I just wanted to ask, do you think there's a difference in how young people, especially teenagers, experience gaming when we look at diversity or gender or inclusion, as opposed to adult gamers who are 30 or 40 years old? Do you think there's a difference in experience? I wish there were more differences in experience, I'll be honest with you, because I think so much of the time I'm surprised at what even older gamers will kind of say. But no, I think that there's a lot more openness that we can have by, you know, talking to younger gamers, by starting to tell them at a young age, hey, try to play different things, try to have different experiences, try to understand that when you're playing as a character who's different from you, you're experiencing a different life, right? Try to expose the value of playing different experiences. And I think that, you know, as you get older, you might get more mature in your game taste, but there's nothing across the board. So I think it is definitely work that we need to do at all levels. It's just that it might be easier to kind of start younger people on that journey by introducing them to a diversity of games early. Okay, thank you very much. I have a beautiful panel here with me, with game designers from Flanders, and we're gonna discuss what you told us in your presentation. So I will say goodbye to you for now, but I really enjoyed your presentation. Thank you so much for making time for us, and maybe see you next time. Best of luck with all your endeavors and your company. And take care in Canada with the heat wave and everything. Bye-bye. Thanks so much. Take care.
So we're going to move on to the first panel, and this panel will be in English. This will be the only panel in English because we have an English speaker on the panel. I would like to present them to you. First is Aminata Demba. She's an actress, she's a presenter as well, and she's a founder of Represent. And next to her is Ali Wise. You work at the Howest School, and you're educational ambassador of digital arts and entertainment. Then we have Dagmar Blommaert. Dagmar Blommaert is founder, managing director, and narrative designer of Like Charlie. Then we have David Verbrugge, general manager van Vlega. And here next to me is Naomi Nelan, and your junior project manager at FAF for Game Fund. Welcome, everybody. So, Aminata, I saw you nodding very enthusiastically when you heard Kim talk. Mm-hmm. You're experienced in representation. You created a tool, Represent. Do you think representation in gaming matters as much as in fiction? Oh, definitely. Okay. Yes, definitely, because it's also a way to make content, and where, you know, the gamer is identifying with what he's seeing and his personage. So I think it's really important to think about how we create the content, what the stories are in this content, and how we can reach different kind of people and not only like one group of our society. So yes, for me it's like equal important. Yeah. Yeah. And I saw you nodding when she told us you hear a lot of times when people can't find people, women in gaming or people with a different cultural background, we can't find them. Mm-hmm. That's something you hear as well a lot. That's something I hear a lot. We can't find them, but that doesn't mean that they are not there, or maybe your way of communication is not so that you can connect with those people. You know, it's not always easy to take the steps through institutions and schools that you're not so familiar with. So what I found very important, what she said, was next to the institutions and schools we have to have like alternative ways to get to people, to get the knowledge, to learn about it. And not only young people, but also, you know, some people take some time to realize that they might have a passion in that sector into games. So also older people should get like alternative ways next to their jobs or next to what they are already doing to take paths in a different sector or in a different job ambition. So I think the thinking about how to get knowledge on different ways besides the schools we have is a very important one if we want to include other people who don't find their ways through the schools we already have and the opleidingen, departments that already exist, because from my experience they are somehow exclusive to certain people. Mm-hmm. Not intentionally, but they are. Mm-hmm. So, yeah. Is that something you experience as well, Ali? Yeah, so I am the ethics coordinator, actually, of international game development at HOEST, which is in West Flanders, at their campus for digital arts and entertainment. And I think I view this through a slightly different lens because I'm coming from the educational background. I think so often, because game design, game development, it's a technical field. It's very technical. And a lot of times individuals find that these ethical themes, so inclusion, representation, diversity, all of these really important things, it tends to be viewed as extras. Mm-hmm. So it tends to be viewed as something that can only be tackled and taken on board after the technical skills are learned. But I think what I really want to stress, and we're working on really integrating this within our student community, is that it's actually one and the same. So ethics these things don't exist in vacuums. Everything we do, everything we create and consume, that is innately linked with issues of diversity, inclusion, representation. And when we finally bring these things to the table and have conversations about them, then it adds value
to the curriculum. It adds value to your experience as a game designer, a game developer. Something that Aminata really, I think, hit home is we learn or we hear that you can't find individuals from diverse backgrounds, that they simply can't be found. And I don't think that's the case. I think that's something that we tend to settle with. And we take this as a narrative that I think we really need to debunk. I think what is crucial is that we give these communities the resources and the assets, and we take what we offer and we extend it to other people as well. Something that we're doing currently at the Digital Arts and Entertainment Campus, we have a series called DIE Vault, and it's basically classes on programming, 3D art, 2D art, and we offer these for free completely on YouTube. And so that's just one step that we can take. Of course, it is only the beginning. I think we have a lot to learn, and we are ready to undertake some further projects as well. But that's just one example of, okay, seeing what we have and we offer to our current students and asking ourselves, how can we take this beyond the current student body that we already have? And how can we tangibly have these initiatives to bring diversity and inclusion to the table? For example, what do you think holds women back to enroll themselves in the gaming schools? What are some things that they're insecure about? Or yeah, great question. So I think when women are thinking about going into game design, game development, they are really consumed by this stereotype threat, which is absolutely understandable. So they are made aware of the stereotype that women are not on the same level as other individuals in the field. And so because they're aware of that, whether it's through marketing of the schools, they see these like shooter games and then they think, okay, this is not really something that I'm into. Because they're aware of the stereotype, they're afraid to basically confirm those negative beliefs about their group. So then, and it hurts me, it really hurts me that they no longer want to do it. And they think, okay, maybe this is not something for me. I think somewhere where we really can start is highlighting those success stories, highlighting the women in games and non-binary individuals in games. I think it goes beyond women. And okay, listening to their experiences and hearing them out, sharing their experiences with the students as well, current students, prospective students. I think also Kim mentioned that Corona really taught us a lesson. These YouTube, Twitch, these channels that we can have people be heard and yeah, give students, prospective or current, room to listen to stories of successful women in the industry. That's something that can help combat those stigmas and those stereotypes that so often are the case. Mm-hmm. Dagmar, you're a woman in the gaming industry. Do you recognize the things that Ali and Kim told us? I recognize a lot of it. And I agree with all of it. but what I think is that another way to get more women or a diverse audience into game development is to start, for those who are already there, to make more diverse games so that people see themselves represented on the screen. For me, it was another talk by Kim that for me was an eye-opener, was when she said that she was 15, she played games all her life, that she was 15 before she saw another black NPC on the screen. And I was like, oh, how is that possible? How does that? So I think for me, that is the thing that I feel called to do, is make sure that there's more diversity on the screen. It starts with the games that we make. I believe, like, when you look at history, a lot has already changed for the better, but those things didn't just happen. There were people who got angry, who got on the barricades, who shouted. And then there's those that listened. And I feel like I want to be that person that listens and create opportunities. And it started with the first two games that we have. I mean, our second game will be released this fall, and the lead characters are women. Girls, women.
And I want to like extend that. Like I want to get more diverse characters even onto the screen in our games. And I'm the founder of the company, but I'm also the writer. And I feel that it is my responsibility somehow to make sure that it's not only my voice that's going to be in those games. So I want to find, and we are finding them, other people, other voices to find their way onto the screen. So that is my way of contributing to that need of having more women, colored people, different cultural backgrounds, different social backgrounds even, to find their way to games. Mm-hmm. Can you tell us a little bit about Project Cherry you are developing now? Yeah. Well, we're in pre-production, so okay. It's really, really early. So we're part of the diversity trajectory from the VF. Is that the right name? Yeah, diversity program. Cherry is a short story narrative game, an exploration game. And the lead character is a black man who is a retired jazz musician. And the story is about loss of identity. Like when he stopped playing, his jazz moniker was Shadow. And when he stopped playing, he stopped being Shadow and he kind of forgot who else he was. So that's what the game is about, like a descent into his psyche. Like, who am I really beyond the jazz musician? And when we started to, when we crafted the idea or we brainstormed, the character wasn't even black. He was just a white man. And it was after a talk of Kim that I realized, like, why? Do we need a reason for that character to be black? No. Why can he not be black? So that's where it started. But I also pretty soon realized, like, I cannot write that. I can think of the story, I can think of the character, but I will never know what it's like to be black. I will never know what their history is, what it feels like. So that's where we'll be working with a writer of color to shape the voice of Shadow, and that we're doing with the help of FAF, of the diversity program. Okay, that sounds interesting. It sounds good. Thank you. I'm curious to hear more about it. It's really, really early, so we're like still trying to figure out who the characters are exactly, because we don't want it to be an American game, like, so we're looking into, so I'm really hoping to talk to you later. We're really looking into, like, how can we make this Belgian? Like, there's a black community in Belgium, like, how can we get them involved? Mm-hmm. So that's the next step. Okay. David or David, how did you like Kim's presentation? How did you like Kim's presentation? Yeah, it was interesting, and I think we can learn a lot from it with the sector. You know, we're a small sector in Belgium, Flanders, so we try to do things. For instance, what Ali said, we do this. We kind of actually profile women and people from different backgrounds and tell other people, look, they are doing this and that. So I think that's the awareness phase we're in right now. We should do a lot more, of course. Also, what Dagmar said is really important. I think if you look at the numbers, like in 2020, of all games that came out, 20% of the main lead characters were women or people from different backgrounds. So that's already a good start. We're not there yet. And as a sector, it's really important to have all these different people working on those games, because we're the number one entertainment industry. We should make games that relate to everyone out there, from young to old, from female to male, and all everything in between. So that's really important. And then we need those people to help us make those games. It's what Dagmar said. She can't be a black woman. She has to have someone who really is that person. So that is something we really have to work on in our sector. And do you have specific plans or ideas at FLEGA on inclusion that you can
talk about? Oh, yeah, yeah, we have a lot of ideas. So the only problem is that we're small. Okay. So we have to look for partners. Right now we're talking to Mediarte, for instance, and also VAF and other partners that we can work with together. We have some ideas in our head, of course, also looking at other countries around us, like, for instance, in the UK, where they did really a good job, like 20% of people working in games industry come from LGBTQ background, which is the highest level in any entertainment sector in UK. And they had a campaign, it was called Raise the Game. And they did a few things, and we would like to do those things here in Flanders too. For instance, creating an ambassador program. So really going out there with people working in the industry already, talking to younger people, can also be older people, just like Aminata said, but really let them be some kind of a role model and tell them how things work. So that could be something really interesting. We also think it's really important to work on the educational level because we see, our companies always say, look, we don't have enough influx. Of course, this could also be related to what the speaker said before. You have to open your eyes and see those people. But it's one of the main things we hear. So if we can work on that, I think that would also be a good thing. The numbers are low on educational level, especially also for women. But we know that girls who play video games, they actually have 3 times more intention of doing a STEM study and a science technological study. So that's also very important. And also one last thing, we should have good numbers. What do you mean by good numbers? We should do a census, really account, see what is going on. Okay. Yeah. Data. Yeah, we can ask our employers about these numbers, but sometimes you have privacy issues and sometimes they just don't know, of course. So we have to really talk to the employees, talk to the people and see what their situation is. So we have kind of a zero benchmark and then work towards certain goals and KPIs that we can set ourselves as a sector. So it's a whole lot of things, of course, but we should definitely do better. If I could just, of course. You said, David, absolutely, about having that data. I always think that representation is nothing without participation. So without hearing from these individuals, from women, LGBTQ plus community, I want to, especially from the education background, hear their experience. And this is something that we are currently working on as well. On the DIU website, we're also working on a highlight reel of these individuals that are currently working in the industry. So I think hearing them and not just working on this initiative, on these diversity initiatives, without actually getting that personal feedback, participation is huge, I think, when we talk about representation. Yeah. And then, Naomi, I would like to ask you what you are doing with FAF, with the game funds at FAF, because you have some trial projects running. Can you tell us a bit more about that? Yes, like Dagmar said, we, Yuri Lutz, my colleague, and I, we put up a diversity program because the developers, when they apply their project, they have to add a diversity plan. But we think that's not enough. It's too casual, and we want to be more strict with it. We want to do more with that. So at the commission, we will look at it. And if we don't think it's too developed, then we will give them as feedback they have to do better. Mm-hmm. And then one of the things is that we will we'll do a matchmaking with people who can help them be more diverse with their project. Mm-hmm. Or if the diversity plan is good, but they feel by themselves, oh, we don't know how to do it, like Dagmar has with Sherry, they can also come to us and we will matchmake with someone. And we will ask companies or organizations as Sweet Baby or Wings to look some profiles for us who we can put them together. And if there is a click, then it's very good, and then they can go further with the project.
And our main goal is actually that the person who is helping them, that they will be a part of their team. That would be the ideal case, ideal scenario. Okay. Yeah. And it will be better for their game, it will be better for their studio, because they will have more experience with that part they are looking for some help. Yeah. Okay, thank you. I have one question that was actually for Kim, but I missed it, but maybe you can answer it. It was a question from Orlando Verde. I'm sorry, Orlando, I didn't ask Kim. I missed your question. But he says the change for Sweet Baby has been structural and sustainable. Is that also the case for other companies she's helped diversify? And how can you keep this change? How can you make it structurable, sustainable, that it's not just a one-off? That's given the fact it depends strongly on their management of these efforts. So it's an effort that you have to keep pursuing, not just a one-off. Do you have any thoughts on that or ideas? From just the DIE perspective as well. So we just launched our ethics coordination group. And I think a huge part of it, again, is listening to students and getting their feedback. So then we're held accountable that we need to keep these initiatives up. It can't just be that we're doing something for just a token diversity initiative. So I meet with a group of students every 2 weeks or so, and we talk about these things, about possible initiatives that we could do, places that we are lacking diversity and representation. So making time in your schedule to listen to the stakeholders, even if, of course, they're students, they're very valuable to us. So listening. And I also think we're planning on including these topics in our curriculum. And that's a way to standardize it, to make it something that is involved in every step of the way. And again, it doesn't exist in a vacuum. So I think one diversity event, that's wonderful. But it's important that, exactly as Orlando said, it's sustainable. It's something that you see in all initiatives. So as long as it is in the forefront and you're making that intentional decision to keep it up in your planning, I think that's very important. Also listening to the stakeholders as well. Mm-hmm. Yeah, exactly. Just to keep going, to keep at it. It's not like for us, it's like we're not just going to do this one game, like, oh, well, let's make a game about a black character. Mm-hmm. No, it's something that we believe in, and this is something that we want to continue doing different ways. And so, yes, part of the diversity program, we'll be working with a writer, and the writer will be part of our team. It's going to be two writers. It's not just somebody who's going to write a little bit of dialogue for us. He's going to be part of our team. And that's the first step. And I think a first solid step is very important, so you make sure you can take a second step. And that's how we want to grow, and it's part of our vision, and it's part of our DNA. It's who we are. It's like Charlie always says, like we make games about people, by people, for people. And that's not just a bunch of white people. That's all people. And so that's our vision. And of course, everybody has to make those decisions or create those visions for themselves if we're talking studio level. If we're talking VAF or FLIA, that's another story, of course. But so that's what I think. I think it's like an issue of society. Mm-hmm. So not only our sector, but the whole society. Mm-hmm. And it's like an issue of society. So that's why I was losing my. So what I've seen is that like people who are from different backgrounds are used to identify with white, because we are used to doing this since we were little. But the other way around, people are not used to it. So I think we have to make our audience, but also our society, used to identifying through movies, through games, through what we read with other peoples. And the example I take is like the movie La Vie d'Adèle, which is about a lesbian couple about love. I'm not lesbian, but I identified really with those characters. And I think we have to
people can identify with other people, and we have to realize that, and also teach our audiences and our society to do that, and then it's going to be like a natural thing, but we're still not there yet. And another thing I think is very important, like inclusion is not, it's most of the time the actions you do behind it are not visible. You know, you can do visible things like an event or, but the most of the work is invisible. So, and it's really like hard work behind it, and it has to be sustainable. But one of the things we also have to have the courage to do when it comes to data is like analyze mechanism in the way we work and in the way we think, and have conversation of a real conversation on how come we are not there yet still, because it's a conversation we've been having not only these last years or since Black Lives Matter, but like for decades. What really makes, when we are working, when we are having our process, when we are working from A to Z, what are the thinking processes and the work process that keeps us from getting there? And I think like a sector, we have to have those conversations, analyze it so we can change those way of thinking and those way of working. And I think that's also the courage we need to, we have to dare to have and have those conversations and not be ashamed about the fact that sometimes we think a certain way and that's not helping us getting to inclusion and diversity. Mm-hmm. I wanted to ask you, Dagmar, because Kim told us that she saw some big movements, like key moments in society, like Me Too, Black Lives Matter, and the pandemic. You've been in the gaming industry for several years. What are the biggest changes you've seen happen over time? It's gradual. Mm-hmm. There is diversity more and more, which is awesome. But still, sometimes I feel like, for me personally, it's not enough if you have a game like where you have a squad of 8 NPCs and you're like, okay, we're gonna make 2 Black, 2 Muslim, and 2 Asian. We're done. Check diversity. That's not diversity to me. Maybe to some level, to some degree, but for me, it's more about what are the stories out there that we don't know. And when we talk about daring to have those conversations, like white privilege, for example, something a lot of white people don't like to talk about for some reason, but it is there. And we look at life and stories and games from our vantage point, but we need to not forget that there's so many other vantage points as well of other people that have other stories, and we need to go to them and have them ask, what is the story you think the world should know? Like the documentary that you made about your father, I thought it was awesome. It's a story I didn't know. I wanted to know that. But I can never conceive of that. I need to go talk to the people and ask them, like, what is it that? And that still needs more. I think diversity in games should be more than opting whether you're going to play with the woman or the man. It's still the same story. It's still, there's no nuances. There's no... Kim, in another talk, gave a very good example. Like, there was an Indian character and they were designing their kitchen. I forget for which game it was. And there was an Indian player who got feedback on that whole scene. And they were like, where's the roller? Like, every Indian woman has a, you know, like the deh roll. And we're like, we would know. That's a very small detail, but that's just, it's a world that we don't know. It's a story that we don't know. And you just need people from the world to help you tell those stories, and we need more of that. You know, we need to get out of the writers' rooms and go talk to people about story and what stories need to be told. And I think it's also a conscious decision. It's a very conscious, intentional decision to look for those stories. And the first time, I think, or the first few times for many game devs, it can seem like an extra step. But I think once you do it, and again, you keep it part of your planning and as a sustainable goal, then I think it gets easier and easier. And then you realize that it adds so much value. Mm-hmm. There are so many stories and so many perspectives that we're missing, and they add value. And people recognize themselves in the characters they play, the scenes that they mm-hmm. see. And just because it's fictional doesn't mean that what they consume and what we create doesn't affect them in their
everyday life. Games especially, because the one thing that video games have that movies and film don't have is movies and TV don't have is that you have that emotion called responsibility. You know, taking responsibility for your actions. It can be grief. It can be you can feel victorious. You can feel angry, but or guilty. But you actually feel those things because you did it. That is something you don't have in film or TV. And if we're talking about standing in another person's shoes or experiencing a story from somebody else's perspective, I think games are perfect because you actually experience it and you have to take responsibility for your choices. And that's why the experience has to be genuine, of course, and you have to get it from... Yeah. Exactly. I think we're all in this together, you know, it's a social, the social aspect is really important. I think parents also should talk to their children about this and to their kids, and we should all talk about it. The fact that we're doing this right now, I think, is already a good step. So, yeah. Yeah, I think our time is up, but you're happy to talk some more backstage to each other and network and we'll do. And exchange telephone numbers, etc. But I want to thank you so much for coming, for your valuable insights and stories. And I hope we meet each other again in another occasion. So thanks. Thank you so much for having us. No, it was our pleasure. It was our pleasure. Ik wil nog even tegen de mensen thuis zeggen dat ze nog steeds vragen en opmerkingen in de chatfunctie mogen zetten. En dan gaan we nu een kleine onderbreking doen. Ik geef het woord aan secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd en Media, de heer Luc Delru. Daarna gaan we een kleine pauze houden, dus ik zie jullie terug om 3:20. Maar ik geef eerst graag het woord aan Luc Delru. Goedenamiddag iedereen, beste collega's en sectorspelers. Vanuit het departement CIM ben ik verheugd om dit jaar samen met het Vlaams Audiovisueel Fonds en de betrokken ministers opnieuw een sectormoment te organiseren met de audiovisuele sector. Bedankt om aan te sluiten op deze boeiende namiddag rond het thema Iedereen in beeld. In de wijzigende maatschappelijke context worden thema's als genderbalans, inclusie en representatieve beeldvorming steeds belangrijker. Ik ben dan ook blij dat we vandaag dieper op dit thema kunnen ingaan in de context van de audiovisuele sector, want zowel op als achter het scherm is er ruimte voor verbetering. Maar die boodschap is in de audiovisuele sector al lang niet meer onbespreekbaar. Netflix kondigde onlangs aan de komende 5 jaar $100 miljoen te investeren in een fonds voor creatieve gelijkheid en zetten met verschillende tv-reeksen de toon voor een meer diverse representatie. Met Black Panther hebben we een eerste superheldenfilm gehad met een quasi volledige zwarte cast. En op de laatste Oscar-uitreiking won Chloe Zhao met Nomadland als eerste vrouw van Aziatische origine de prijs voor beste regisseur. Maar ook in Vlaanderen is er duidelijk draagvlak. De afgelopen jaren zagen we met Wanda, WIFTM en Represent verschillende initiatieven ontstaan die pleiten voor er meer representativiteit en positieve beeldvorming. En bij de aanstelling van de nieuwe directeur-intendant van het FAF werd er een openlijk en breed gedragen pleidooi gevoerd vanuit de sector om bij de keuze van een nieuwe intendant voldoende rekening te houden met het feit dat het FAF een significante rol speelt in het meer vormgeven van onze beeldcultuur. We hebben al interessante presentaties en gesprekken achter de rug, maar ook na de pauze hebben we enkele spraakmakende keynotes en panels voorzien. We hoorden net nog Kim Belair over haar ervaringen met het samenstellen van creatieve teams in de gamesector en de meerwaarde van diversiteit voor verhaallijnen. Kims verhaal toont ons dat met de juiste state of mind inclusie en vanzelfsprekendheid wordt. Ik ben ook blij te horen dat het FAF zich onder de komende beheersovereenkomst wilt engageren en een meerjarig plan van aanpak heeft uitgewerkt. Ik heb ook een oproep
gehoord om samen te zorgen voor verandering. Want zo'n ambitieuze doelstelling heeft het engagement van de brede sector nodig. Het FAF kan louter de katalysator zijn om de sector te enthousiasmeren en te engageren. Ook binnen het departement proberen we ons steentje bij te dragen. Daarom ondertekende ik in 2016 de engagementsverklaring non-discriminatiebeleid van de leidende ambtenaren van de Vlaamse overheid. Via betaalde diversiteitsstages bieden we arbeidskansen aan personen uit ondervertegenwoordigde doelgroepen. We hebben ondertussen ook een aantal personen vast in dienst die via die stages bij de overheid zijn gestart. Daarnaast organiseren we ook infosessies voor het personeel. Zo organiseerden we in mei nog workshops rond unconscious bias en inclusief werken. Daarnaast werkt het departement ook mee aan verschillende beleidsplannen, zoals het horizontaal gelijke kansen- en integratiebeleidsplan, het Nationaal Actieplan tegen Racisme en het Interfederaal Actieplan LGBTQI. Ik alvast kijk uit naar de keynotes van Miranda Weiland en Kirsten Schaffer, die deze namiddag nog zullen volgen over het diversiteitsbeleid bij omroepen en de rol van het filmfestival bij het geven van een stem aan ondervertegenwoordigde groepen en diens representatie. Ik wens jullie nog een fijne en boeiende namiddag en tot later. Welkom terug allemaal. Voor onze tweede keynote gaan we meteen naar de UK, waar Miranda Weiland op ons wacht. Miranda is Head of Creative Diversity at BBC, and she's going to talk about how she made more space for diversity and inclusion in fiction and programming at BBC. Hi, Miranda. Hi. Hi. How are you? I'm fine. How are you? Very well, thank you. We're so happy and glad that you could make time for us today, and I'm excited to hear your talks, your presentation, so I'm not going to waste any more time. The floor is yours. Thank you very much, and hello and welcome to everyone joining us today. Really excited to be able to walk you through what we do in the UK and specifically around the diversity agenda at the BBC. But the first thing I wanted to do was just to give us a moment to reflect back on a moment in time that perhaps we can all remember. So I'm going to start off by asking one simple question. Do you remember the first time that you fell in love with storytelling? What that felt like for you and what attracted you to the industry for you to be able to tell compelling stories that captured everyone? And more importantly, what did it really feel like for you the first time that somebody engaged with your content? Sitting down, watching your program, the exhilaration that you would have felt and the pride that you would have had about making something that others were also enjoying. I ask this question because it becomes really important when we're thinking about diversity and inclusion and also about representation. And for me, the first time that I realized the power of television and the power of storytelling was when I had my first child. And this is at the time that Toy Story had just come out. And obviously, hopefully many of you know about Toy Story and how we had a cowboy and how we also had another character in the program that was really ambitious about being a spaceman. So that was Buzz Lightyear. And I remember sitting down and watching this with my, at the time, three-year-old son, who then became obsessed about wanting to become Buzz Lightyear. So as we took him to nursery school, having to dress up as his favorite character and me creating all manifestations of his costume that helped to reflect that, he stood at the top of the stairs and then decided he wanted to jump off because he believed that he could get to infinity and beyond. Now you can imagine as a parent what that must have felt like, watching your child at the top of the stairs, opening up their arms and thinking that they could fly.
And luckily, we caught him in time and corrected his knowledge. But for me, that became the moment that I realized about the power and influence that television, film, music, and the whole media industry had on the lives of others. How it can shape you, how it can compel you, and how it can shape what you think your future could potentially be. Now, obviously, a three-year-old didn't grow up to want to be Buzz Lightyear. And I can't say that he chose another career that was slightly less risk-averse. But it does then help us to really understand about the importance of what we do and how we actually shape people's thoughts processes in every part of what our storytelling and how our audiences relate to it. Today, we're talking specifically about better representation, specifically about representation from women and also women from underrepresented groups, whether that be people with a disability, whether they come from different ethnic minority groups or low socioeconomic backgrounds, even those with LGBTQ as part of their makeup. It's important that we see ourselves reflected, because thinking about this three-year-old who believed in his heart that he was Buzz Lightyear, we start to spark innovation and creativity in others. And our industry is such a powerful medium that helps other people to see themselves reflected and to understand their ambition. Working in our sector is never just a straightforward ambition to reality. It requires a lot of skill. It also relies on others to be able to invest in our future. And thinking about those audiences that we want to engage, to be excited, to be compelled, to be informed and entertained with the things that we do, it's really important for us not to discount a big portion of the population that you're catering for. Women are fast consumers in lots of areas, least of all the creative industry. And so to be able to see ourselves portrayed in less than stereotypical ways means that you're engaging with audiences that will be able to empower and amplify and carry your story further. And just towards the end of my speech, I'll be talking to you about a tool that we designed at the BBC that has shown us greater audience growth with female population just by being much more inclusive in that thought process. For a woman who consumes content in lots of different ways, I often feel that my identity isn't as profound or accurately reflected in some of the programs that I see. And having grown up at a time where there were very few people, least of all women and women of color, depicted on programs, it then became the norm for me in my working environment, not to see women elevated or to hold positions of power, meant that I never really thought that that was a possibility for me. And so perhaps I didn't advance my career or fulfill my full ambition until later on in life, when the first Black female CEO entered my world at the age of 40. I can't imagine young people today growing up in any environment, not seeing someone from their own background or from their gender in positions for 40 years. It makes you wonder what happened in between and how 50% of the population suddenly was excluded and how we allowed that to happen. Sometimes it feels like it's somebody else's doing and we're just going along trying to make the best of a situation. I know the impact it had on me. And as I say, I'm not only somebody who's working in the diversity and inclusion space, but I am also a consumer of content. For me, growing up, having lots of different challenges, not just around race, although that was very prevalent in my upbringing, knowing that I was being excluded because of the color of my skin as opposed to my intellect and capability, often feeling that I was lesser than, having to work twice as hard just to be considered or to be even visible, but also as a woman, all the challenges that women tend to face, thinking about their appearance, do I have to be subservient in some way
to be able to be considered not a threat? Or do I have to be much more masculine to be considered as being equal? And we've seen lots of content that have taken up that mantle and those stereotypes so that women could be present in some of the content that we were seeing. And that's changed. We have a great mix of female writers that have helped to create a much stronger, much more powerful nuance to some of the storytelling that we're seeing today that gives us the ability to engage with audiences around the world to be much more authentic and be realistic to what we're seeing. Add on that, in terms of disability and or ethnicity, and sometimes it can feel like it's quite challenging. We know in our sector specifically that there are often considerations around what's considered a risk, working with people we've never worked with before or seen as trusted can often be a barrier to us being much more inclusive than perhaps we want to be. We all know that there are challenges in making programs, whether it's in digital space, whether it's in linear, or whether it's audio. And those challenges are not amplified because we're working with people who are slightly different to us. It does give us a competitive edge if we allow ourselves to be open to it. It gets us to see different viewpoints. It gets us to connect with audiences that perhaps aren't engaging with us in the way that we'd like. And it also helps us to think much more broadly about how we can support one another to make the best content that's out there. And women have a huge part to play in that particular role. In the UK, we're very fortunate that we're able to monitor and measure through government regulations and the Equality Act, a number of protected characteristics, such as disability, such as ethnicity, religion and belief, sexual orientation, to get a better sense of how diverse the programs and people working on those programs are for our industry. We're able to set ourselves really stringent targets that we've done at the BBC for several years. And we challenge ourselves around perceptions about who is the right person or the right fit to be working on our shows. The pipeline coming into our industry is often the starting point. And we would have all had a different starting point into the sector, whether it's through nepotism and our contacts, whether it's through an initiative or a scheme, or whether it's just through pure determination to be able to get in. We've all found a way to be able to make this industry something that we're passionate about and something that we want to continue investing in. But making sure that while you're on your productions, that you have different voices and different opinions has to be critical to our success. And we have to try harder than perhaps we're accustomed to doing, to making sure that the talent that isn't on our production know that they're welcome to come here. Across the globe, there are different territories that prevent us from being as explicit about who we'd like to work with, as opposed to how we'd like to see our productions manifest itself. But there are some simple and easy tricks that you can deploy that gives external talent the understanding that you too are embracing and inclusive of them. Thinking about the shows that we've created that sit on our website, that advertise us as production companies, how representative are they in terms of the clips that you have on your website? That often is an indication of the content that you're making, but also the people that you're working with. And it inspires another generation to want to come and work with you. How inclusive is the language that you're using, where you have the opportunity, if a production has a long enough lead time, to be able to advertise in spaces and places that diverse talent are often dwelling in? And are you using language that doesn't discriminate against women? So one way that we do it at the BBC is a lot of the job adverts that we promote go through a gender decoder. Now it sounds really futuristic, but it really isn't. If you jump onto Google and you type in gender decoder, it's a free service
And what it does is you can upload your vacancy and it will pull out all the various words that would potentially switch off female applicants from applying. And it will provide you with alternative words that are much more neutral and engaging for others. As I said, it's a free service and you can access it just through Google. But what it does is it helps to build that portfolio of exactly who you are as a company and how diverse talent and experiences can come to your organization. When we think about the output, well, obviously it has a longer shelf life than ever before. Online, it can live a lifetime. And obviously it's also supported by social media. So we're always encouraging people to follow, to tweet, and to keep the conversation alive and to respond in real time to the content that we're making. Again, who are the people that we're using when we're trying to communicate to our new audiences or growing our audiences? And how are we making sure that it has a full spectrum of the audiences that are watching back? There are ways that we can make sure that when we're posting through our trailers or through our small idents, that we are being as inclusive as we possibly can. And that we're using the narrative to be able to amplify the voices that were within our content that perhaps aren't often visible in the short 30-second clips that we have to use on our platforms. You want people to engage with your content and feel that it speaks to them. And there are different genres that help us to do that. But it's about making sure that you don't inadvertently exclude people through the prism of storytelling. I no longer want to sit down and watch TV and think, oh, it's been a while since I saw someone with a visible disability or with a disability per se. You want to get to a point where actually the story is as immersive as it possibly can be, and the characters within it are as representative as they can. Are we able to include blind casting? So it's more about making sure that all actors and on-screen talent have the ability to audition for particular roles if the character definition isn't explicit. And have we set up our productions to be as inclusive as it can be? We often think about disability as being a costly exercise that budgets sometimes can't accommodate, when the truth of the matter is many adjustments that need to be made to accommodate both on-screen disabled talent and off-screen disabled talent is cost neutral. Things like making sure that your scripts are accessible, for example, which could be include having larger fonts, making sure that your scripts are on different color paper based on somebody's dyslexia or their reason adjustments. With everything that we've gone through with the pandemic, we've seen that our casting has taken place through Zoom and our auditions too. That's been phenomenal for disabled to have the reasonable adjustments that they need in place at home. They're not having to travel long distances. They're not having to acquire reasonable adjustments or assistance to be able to travel to your location, which is often designed to benefit able-bodied individuals because that's the way we've manifested it. So is there ways in which we can be much more inclusive in our thinking than we currently are at the moment? And who's not sitting around the table when we're making decisions about who's working with us or where we want to find talent? We think about, or at least I do quite often, about the next generation coming through and how they often find it difficult to even understand that my role could exist, that someone needs to be there to remind others to think inclusively. And I often speak to young people to understand why or what type of content they're watching and how they're consuming it and where they're consuming it. A lot of the things that we find out from the most diverse audiences of our time
is they don't tend to have the same hang-ups that perhaps we used to have around what content is acceptable or not. They're not put off by having faces that are unknown. It's about the storytelling. They're happy to go online and watch YouTube and other forms of content that hasn't got great lighting or production value, but somehow speaks to them. And so you're seeing a huge range of female curators coming through digital platforms because their voices and their stories are being able to be told. And it creates a phenomenal experience for those who are also keen to be able to make sure that their lived experiences are authentically told. A craft that we've been able to do for a very, very long time. I want to really take a moment to think about some of the challenges that we know that our industry has faced and some of the things that we know that women in particular face when it comes to working in productions and some of the measures we've tried to implement to address that. We know that coming in, that we see a good gender parity, especially at the BBC, in terms of reflection of talent coming in at all levels. We've got a really good, robust entry-level programs that sits across productions, digital, engineering, journalism, the whole spectrum. And we're seeing at that point, the career entry starting point, that the gender parity is really strong. There doesn't seem to be barriers around that for both men and women. As you can imagine, one of the areas that we know tends to be problematic is as our career grows, whether it's work-life balance, family commitments, we see a dip of female representation as the production cycle and career progression evolves. Women can accelerate at the same pace as men, but sometimes aren't paid equally as their male counterparts. And so we've done a lot of work, not only publishing the findings about gender equality and gender pay, but actually putting mechanisms in place to make sure that we are paying both genders equally. We've set in motion a number of interventions, so gender progression and development across both our production and our broadcasting arm, to make sure that women also have access to information, that if they're taking a career break, whether it's for family reasons or caring responsibilities, that they're able to stay plugged in to the organisation and keep updated. For new mums returning, we've got maternity rooms in most of our buildings. So actually bringing your whole experience into work and the family responsibilities into work as well. We've extended paternity pay, both for men and women, so that men can also feel that they can contribute to that step in life and changes. We're also making sure that we have much more female representation in terms of role models. So people talking about their lived experiences, the challenges sometimes that they face working on productions. We've ensured that 90% of our roles have flexible working options. So actually that then increases our portfolio of talent coming in, but also we've taken the hard work of looking at the jobs to see where those gender, those roles could be flexible working or compressed working as well. And also in productions, we make sure that we amplify those opportunities as well. So career progression, not always just being linear, but also looking at sideward progression. It's about empowering people to make the decisions that work best for them that also benefits your production. And I know as somebody who works in the media industry and especially in the D&I agenda for the last 15 years, both for a commercial broadcaster and for a public service broadcaster, the ability to accelerate your career, especially as a woman, who has often been told throughout their lives that they need to be fully competent to be able to progress, or actually their male counterparts may only possess 50 to 60% of the qualities that are needed in job specs.
or that actually we doubt ourselves much more harshly because we're told, or actually the visibility of women in various roles are minimal. So you question whether or not that can be successful. And then when you are successful, the demands that you often place on yourself from lots of the feedback that we have on women tends to be harsher than perhaps we see for other groups. Our productions always benefit greatly when we have greater inclusion, whether that be through gender, whether that be through race or disability. And we have a lot to learn from one another, especially as we're looking to engage a wider audience in our output. So before I conclude, I thought it'd be really helpful to share with you a particular tool that we developed at the BBC that really helps to address gender equality and how we've used that tool to work across a number of organisations, both in the media and non, that's helped to see audience share growth, customer growth, especially with female representation. The programme's called 50-50. And as I said, it's about the equality of women and female representation within productions, but has been expanded to include other organisations and sectors. It was initially born out of news. So our BBC newsrooms really wanted to have a look at who was appearing on screen, but also who the contributors were to our output. And so that then sparked off this vision about how do we get gender equality, especially at a time when news was being really amplified, not just through the pandemic, but other stories that were coming through. The core principles for the 50-50 project is that we will collect data to affect change. So monitoring, measuring what we're doing can absolutely influence and control our output. And we will never compromise on quality to achieve an end goal. You often hear about diversity being a risk or actually people having to lower the bar to be more inclusive. The 50-50 project maintains the quality and the standard throughout our productions. We often then look at how this would manifest itself, not just from the output's perspective, but actually who are we trying to attract? So we looked at all the different components that impact our programmes, thinking about our interviewees, our presenters, our players, our guests and our contributors. How do we make sure that we get gender parity across all those who influence the programmes and how our audiences perceive inclusive content? To date, we have worked across a number of programmes at the BBC, both from the very early stages of engagement, whether that's through BBC Children's, to our audio, to our news and our production arm. Working across the business to make sure that individuals know that we can use the content and include representation for gender equality. At the moment, we're now working with over 100 partners across 27 countries who take the time to assess the gender representation of those contributing to their programmes. And that runs across media communications, businesses and universities as well. It's such an adaptable tool that wherever there is a customer base and you're able to qualify the gender representation through a very short survey, we are finding a huge impact in how you are then catering for your audiences and all your customers and the interventions that you then manifest as a way of understanding that the knowledge you're getting back. Every year we set ourselves a 50-50 challenge, which is to progress from your start baseline starting point to get that 50-50 gender parity. And what you're seeing on the screen right now is an increase from the first entry for most companies that have engaged with the tool to where we were as of March the 21st. So 31% and 50% of organisations that partner with the 50-50 tool have seen huge growth about gender parity.
at 45 to 49% indicated on our 7 and 8% growth. And then we're seeing huge growth again for our under 40%, for those who have just done it from the first time, to closing that gap to getting 50-50% representation across that output. From a BBC's perspective, 36% of teams that first engaged with the 50-50 project have now seen success and growth of over 70% representation, so 50% of women or more in their output and also on their productions. And you can see from the gap being closed at that 37% not achieving 50% parity to now only being 10%. So where we are able to monitor and measure, we can then put the right interventions in place to be able to track progress and to see female representation and growth. The progress over time means that we are consistently seeing advancement year on year. And if you take into account a pandemic where a number of productions were shut down, we were concerned that the 50-50 project wouldn't be able to sustain itself. But for those that continue to be on productions and making live output or pre-records, they still monitored and measured the representation within their productions. And so you see a consistency over a 3-year span, even during a time of a pandemic. The consistency throughout, as I said, shows growth. So we're having more organizations join the 50-50 project, which means that there is a larger community of not only talent being shared, but female experts being called upon to work across all different makeups of either our programs or through the contacts that we have with other organizations. The consistency over time gives us confidence that we will be able to ensure that there continues to be representation of both the sexes across all of what we do. And that means that the storytelling and the way that we engage with our audiences continues to grow like for like. Over 2,000 users of our BBC online services, such as iPlayer, BBC Sounds, and the BBC News app, have shown growth following the latest YouGov census in 2021. They saw a 62% growth of women noticing themselves reflected in content. For those aged 16 to 34 year olds, greater consumption engagement by 44%. And also women aged 16 to 34 consumed more content at 58%. So huge growths in where we're able to draw greater female representation and audiences across our output. The future of 50-50 has specifically been around gender representation, but we're looking to expand that significantly. We're looking to engage more broadcasters globally, to include journalists and schools, and also to include much more representation from underrepresented groups as well, and to continue the next challenge month the next year, really pushing our suppliers to be able to do more. As an organization, we've set ourselves some stringent targets, 50% female representation, 20% ethnic minority representation, and 12% disability representation. A goal that we are looking to achieve over the coming years. And so we're hoping by, at the end of this March just gone, 51% improvement from where we started in terms of the data sets and representation to where we are now. It's a huge increase that we've seen in terms of consumption. And as I said, the stories that we're telling have been much more compelling for those audiences we're trying to attract. If there's anyone who's interested, it's a free tool. So it's available for any suppliers, any production companies and broadcasters to be able to use the tool to help change the gender makeup, not only with your consumers, but also in your productions. It's available as well. And that's it. Thank you very much for listening. Thank you so much, Miranda, for your presentation.
I have a beautiful panel with me from all kinds of makers, producers, directors from Flanders, and we will discuss what you told us. Is the situation comparable to the one in Flanders? But again, I want to thank you for your presentation. Maybe we'll see each other again next time. And enjoy the rest of your day. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Dus voor het tweede panelgesprek zitten hier dus vijf fantastische mensen bij ons in het panel. Ik ga beginnen bij Cecilia Verheijden. Jij bent regisseur, je bent bestuurslid van de Unie van Regisseurs en je bent ook lid van Wanda. Naast mij zit Peter Vindevogel, hij is de CEO van Streams. Aan de overkant zit Amina Hatim, jij bent scenarist en je bent ook bestuurslid van de Scenaristen Gilde. Daarnaast zit Bruno Wijnendalen. Je bent voorzitter van de Vereniging van Onafhankelijke Film- en Televisieproducenten en zelf natuurlijk ook producent. En hier is Carla Putemans en zij is hoofdcontent bij FAF. Cecilia, ik wil bij jou graag beginnen. Want jij hebt al ervaring bij Netflix, waar ze al een beetje verder staan qua diversiteit en qua representatie. Heb jij verschil gemerkt in het werken met Netflix als regisseur, met ja, productiehuizen of zenders hier in Vlaanderen? Ja, het was bij Netflix dat zo de eerste keer het onderwerp diversiteit aan bod kwam. En dat was bij de casting van de film Ferry, die ik vorige zomer gedraaid heb. Dan moet ik eerlijkheidshalve toegeven dat onze eerste cast, onze eerste grote rollen, voornamelijk blanke mensen waren. Had ook te maken met de context waar we aan vastzaten van de reeks en familiesituatie. En we hadden dan een presentatie gedaan van kijk, dit zijn de mensen die we al hebben kunnen engageren. En de reactie was fijn. En vanaf nu alleen nog maar mensen met een andere origine. Want dit willen we niet zien. En ik denk als je kijkt naar... Allee, ik ben zelf een grote Netflix-kijker en streams-kijker ook. Maar ik merk toch bij Netflix dat er echt wel heel veel diversiteit is. En ik maak zelf ook deel, van een aantal, deel uit van een aantal minderheidsgroepen. En ik zie mezelf toch daar het best gerepresenteerd, of de mensen rondom mij. Dus ik vond dat heel fijn en heel verfrissend. En ik merk ook bij mezelf nu, bij het project waar ik nu mee bezig ben, zijn we daar echt non-stop mee bezig bij de castings. Ja. Want Miranda sprak ook over blinde castings doen. Mm-hmm. Is dat iets dat in Vlaanderen al gebeurt vandaag? Blind is nu zoiets heel specifiek, maar ik weet bijvoorbeeld wel, dat is al een hele tijd terug bij de langspeelfilm Hasta la Vista, dat er echt ook wel gekeken werd naar waar dat er eigenlijk in de hoofdrollen mensen zitten met ook beperkingen, dat daar toen ook gecast werd. Dat is zo'n voorbeeld dat ik altijd wel heb onthouden. Ik denk dat dat belangrijk is om, als er een blind personage is, ook blinde mensen uit te nodigen of daar toch bewust naar op zoek te gaan en de casting zo open mogelijk te maken en dan uiteindelijk wel te kiezen voor de beste acteur. Dat blijft wel belangrijk, vind ik. Ja. Is dat ook iets waar jij ervaring mee hebt, Bruno? Met blinde castings? Ja, bijvoorbeeld dat er op de casting niet wordt gezegd welke achtergrond die heeft of dat die een handicap heeft of niet. Zeker. Dat wordt alsmaar meer. Ik denk dat de gevoeligheid voor alles wat inclusie en gelijkheid is, alsmaar groter wordt. En hoog tijd ook. Ik denk dat daar een serieuze inhaalbeweging te maken valt. En het is een goede zaak dat we dat meer beginnen te doen, dat we meer beginnen na te denken over iedereen een kans geven. Ik vind dat heel fascinerend om als een personage op papier een man is, dat je daar eigenlijk net zo goed een vrouw voor zou kunnen casten. Of dat je niet kijkt naar kleur of afkomst van degene die het personage vorm zou kunnen geven. Dus dat is, ik denk dat dat fascinerend is. Ik stap helemaal aan bij wat Cecilia zegt. En de beste wint. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja, want je zegt dat er meer aandacht voor is, maar iets wat ik altijd heb onthouden is dat bij de casting van de film Alien, is uit het jaar 1979, dat weet ik, want dat is mijn geboortejaar, was er ook geen gender toegekend aan de personages. En het is pas toen dat Sigourney Weaver de casting kwam doen, dat er beslist is geweest, zij wordt de hoofdfiguur, maar dat was op voorhand niet geschreven, zij moet een man dan wel een vrouw zijn. Ja. Dat is wel iets dat ik altijd zo heb onthouden. Ja. Ja. En ze heeft dat heel goed gedaan natuurlijk, hè, die film. Ja.
Peter, ik wil aan jou vragen. We hadden het er net over. Netflix heeft een voortrekkersrol gehad in die diversiteit en in verschillende doelgroepen aanspreken. Werken jullie daar bij streams ook aan? Ja, absoluut. We zijn natuurlijk een vrij nieuwe speler in de markt. Hè. We bestaan 9 maanden. Maar het is wel iets waar we absoluut een voortouw willen in gaan nemen. Al moet ik eerlijk zeggen dat we er vandaag nog zeker niet zijn. Wij willen daar absoluut onze rol in opnemen. Vanuit een soort, eerst en vooral een soort maatschappelijk besef. Maar ook eigenlijk heel eenvoudig ook vanuit een economische realiteit. Hè. Want als je kijkt wie vandaag onze hoofddoelgroepen zijn. Mm-hmm. 50% van onze kijkers zijn jonger dan 35, voornamelijk stedelijk. Ja. Nu, neem een gemiddelde stedelijk jonger dan 35. Ja, als je dan geen divers en inclusief beleid voert, dan ga je nooit je doelgroep bereiken. Hè. Dus het is niet alleen een maatschappelijke overtuiging, maar het is ook een commerciële realiteit. Hè. We willen daar eigenlijk op werken op verschillende domeinen. Eerst en vooral bij onszelf. Kom binnen op de vloer bij streams vandaag en je gaat nog geen heel divers beeld krijgen van Vlaanderen. Nu, als het al niet bij ons zit, dan gaan wij zeker ook niet begrijpen voor wie we aan het werken zijn. Dus we zijn eigenlijk vrij recent een traject opgestart rond heel onze eigen HR-werking om ervoor te zorgen dat wie wij aantrekken, dat hoe dan wij naar buiten gaan, dat hoe onze sollicitaties zijn, ook hoe onze sollicitaties verspreid worden bijvoorbeeld, dat we daar beter onze tentakels uitreiken eigenlijk naar de doelgroepen die we willen bereiken. Twee, wij zijn natuurlijk vandaag met enorm veel partijen in de markt aan het werken. Heel veel internationale partijen. Daar zien we inderdaad al vaker grote stappen gezet. Hè. Je spreekt over Netflix, maar HBO bijvoorbeeld is ook een absolute voortrekker van diversiteit in alles wat ze brengen. Hè. Denk maar aan een aantal van hun recente titels. Wij werken ook met heel veel lokale partijen. Hè. Bruno is er één van. Wij kopen zaken, wij bestellen ook zaken. En daar zijn we aan het werken naar ook een setup waarbij dat voor de zaken die we binnenkrijgen of voor de vragen die we stellen aan de markt, we ook veel meer met een aantal criteria, met die diversiteit en inclusiviteit gaan rekening houden. Hè. Wat bij Netflix blijkbaar al een evidentie is, moet bij ons nog voor een stuk groeien. Hè. Dat zal gaan over enerzijds welke verhalen worden daar verteld en welke doelgroepen komen daar in beeld, uiteraard. Maar ook, want dat is misschien soms nog het makkelijkste stuk van het verhaal, maar ook wie heeft dat verhaal geschreven, wie staat er achter de camera. Hè? Want ja, dat is wel echt nodig om goed te kunnen bepaalde verhalen vertellen. Hè? Dus we zijn daar een aantal stappen in aan het zetten om... Ja, de pitchen die we krijgen of de pitchen die we vragen, veel meer op die criteria ook te gaan aftoetsen. Een stukje ook een, wat we noemen, inclusieve mediaguide te maken voor al onze partners, om daar inderdaad echt meer op te gaan werken. Ja. Amina, dan wil ik graag naar jou gaan, want Peter sprak al over wie heeft het geschreven. Jij bent scenarist. In welke mate kunnen scenaristen daaraan bijdragen? Of hoe ervaar jij die discussie vandaag als scenarist? Ik denk dat scenaristen daar vrij veel impact op hebben. Zij kunnen zelf kiezen waar ze accenten gaan leggen of focus op gaan leggen. Ik schrijf bijvoorbeeld samen met twee andere collega's in een collectief samen. En wij focussen heel erg op gendergelijkheid en minder gepresenteerde groepen. Je merkt ook wel als je... want er zijn nu gewoon nog heel veel gemeenschappen en groepen die geen aansluiting vinden op beeld. Dus... voor hun een herkenningspunt bieden is al een eerste stap, maar ook voor het witte publiek er dan voor te zorgen dat zij een authentiek beeld krijgen van die groepen is heel belangrijk. Dus dat geen opeenstapeling is van stereotypen, wat we op dit moment nog te veel zien, jammer genoeg. Bij gendergelijkheid, dus bij de vrouwen op beeld, proberen we net iets meer vooruitstrevender te zijn. Dus echt wel het evenwicht bij de vrouwen te leggen. Heel veel hoofdpersonages, sterke hoofdpersonages, vrouwelijk maken, maar ook vrouwen in hoge functies plaatsen, zodat we daar ook wel een beetje meewerken aan de beeldvorming van de maatschappij. En verder als scenarist, ja, als je project hebt, je bent voortdurend in gesprek met producers, met de zenders, met streamingplatforms, die wel nog voornamelijk heel wit zijn. Dus we merken wel als we die thema's en die onderwerpen bij hun aankaarten en daar aandacht op vestigen, dat ook zij ook wel meer... gaan beseffen dat wat we op dit moment op beeld zien nog een vrij verouderd beeld is. Dus als scenarist heb je op die manier wel heel veel impact. Mm-hmm.
En welke rol hebben producenten in dit verhaal? Wel, eerlijk gezegd, ik denk dat het begint aan de top. Ik denk dat een producent, elke productiehuis, zich moet afvragen waar in hun bestuur zitten de vrouwen? Waar aan de leiding zitten mensen van allochtone afkomst? Waar zitten mensen uit de LGBTQI-community in een leidende functie? Dat zal het grote verschil maken, want je kan natuurlijk altijd wel als blanke man goede voornemens maken, maar uiteindelijk het weten hoe het is en een andere blik erop hebben, dat heb je als je dat zelf hebt. Mm-hmm. Dus daar is eigenlijk, denk ik, dat eerder dan quota op te leggen naar met hoeveel vrouwelijke scenaristen je moet werken, moet je misschien eerst eens even kijken, hoe zit het in de bestuurskamer? Waar zitten daar de vrouwen? Waar zitten daar mensen van een andere afkomst? En dat zal eigenlijk heel veel van de problemen die Amina terecht aanraakt, op een veel natuurlijkere manier gaan oplossen. Net zoals dat het dan vanuit de moneykant, hè, zoals Peter terecht meldt en ook uit de ervaring met Netflix zo is. Ja, je kan het gewoon commercieel niet meer permitteren om alleen maar te mikken op de blanke middenklasse die ergens in een dorp in een verkaveling woont. Dus daar krijg je eigenlijk, dat zijn de twee pools die er zullen voor zorgen dat het op korte termijn, hoop ik, beter zal gaan. Ja. Kan je je daarin vinden, Carla? Of hoe kan het FAF al die initiatieven versterken? Wel, het is inderdaad een combinatie, hè, van verschillende initiatieven op verschillende niveaus. Er zijn ook gatekeepers op verschillende niveaus, ja. Denk ik. Zowel inderdaad nog iets hoger dan de producent zelf, zijn bestuurders of haar bestuurders, maar dus ook de makers zelf zijn voor een stukje ook gatekeeper, denk ik. Want het is heel bepalend, denk ik, wie een project regisseert en schrijft, hoe die het project concipieert en wat voor rollen dat die in zijn of haar hoofd heeft. En uiteraard de producent zelf, waar eigenlijk nog een grote diversiteit aan rollen binnen productie is. Hè. De producent die echt gaat beslissen, dit project gaat door of niet. Maar ook de producer, die vaak dan misschien minder het laatste woord heeft, maar wel heel bepalend wordt hoe dat team zal gevormd worden die de productie maakt. En dan specifiek vanuit het FAF denk ik dat bij ons een heel belangrijke factor is de samenstelling van onze selectiecommissies. We hebben echt gemerkt bij de voorlaatste samenstelling van onze commissies hebben we echt radicaal gezegd, ze moeten allemaal gendergelijk zijn. Ook mensen van andere etnisch-culturele achtergrond moeten in die commissie zitten. En wij merken in de resultaten, zoals ook in ons jaarverslag werd gerapporteerd, dat naar selectie toe van projecten er een mooie opwaartse beweging zit, maar nog niet voldoende om vandaag gelukkig te zijn en te denken alles is in orde. Mm-hmm. Dus het zit hem, denk ik, in de combinatie van heel veel inspanningen en vooral het feit dat iedereen overtuigd moet zijn van het belang om op een meer diverse en andere manier, zowel achter de schermen als op het scherm, met die diversiteit om te gaan. Ja. Want anders wat ik in het begin van een aantal initiatieven bij FAF, waaronder de impulspremie. En ik heb begrepen dat jullie dat soort initiatieven eerder willen naar voren schuiven dan bijvoorbeeld harde quota. Ja, harde quota zijn voor ons niet geen taboe. Maar we denken dat het nu niet of nog niet nodig is om daarmee al te beginnen dreigen. We denken dat er veel andere mogelijkheden zijn om samen met de sector, vanuit een positieve overtuiging dat er dingen anders kunnen, een positief verhaal te brengen. En dan geloven wij meer in aanmoediging, activeren, stimuleren. En die impulspremie is zo'n heel concreet instrument waarmee we dat zouden willen proberen te doen. We zijn er nu nog aan het sleutelen om ervoor te zorgen dat die echt heel goed en genuanceerd is. Maar de basics waar we nu rond werken is eigenlijk de producent aanmoedigen om in eerste instantie met meer vrouwelijke makers te werken, scenaristen, regisseurs, bij de animatiesector ook nog andere creatieve functies. In een volgend stadium willen we daar ook een nuance aan brengen, dus daar zijn we ons van bewust, om ook professionals met andere origine daarbij te betrekken. Dus het verhaal is daarmee niet af. En de bedoeling is eigenlijk om een soort bonus te geven die men verdient met een productie die net af is, waar men niet alleen bij de makers, maar ook de mensen
achter de schermen en ook de rollen, de hoofdrollen, om daar met een puntensysteem eigenlijk een soort een redelijk objectieve optelsom te maken. En als men voldoet aan een bepaald minimum binnen die berekening, dan krijgt men een bonus om opnieuw met een vrouwelijke maker een nieuw project te starten. Dus het is geen beloning om op de bankrekening te zetten, maar eigenlijk een incentive om een nieuw project te starten zonder al naar een commissie te moeten, want dat is eigenlijk hetgeen waar het voor een stukje ook over gaat, dat men niet meteen vanaf het moment nul naar een commissie moet, maar dat men eigenlijk al een opstartpremie krijgt om bij een nieuw project om opnieuw eigenlijk op een diverse manier aan het werk te gaan. Dus dat is hetgeen waar we nu aan het sleutelen zijn en waar we, wat we op punt willen krijgen in het najaar. Ja. Want jij zit natuurlijk aan de absolute bron, hè, de indiening van de projecten. En daar zien jullie al een positieve evolutie, heb ik begrepen? Wij zien een positieve evolutie over de laatste 3 jaren. Bij sommige genres is die heel uitgesproken. Dat wil ik toch ook even zeggen, want vaak wordt er vooral over fictie gesproken, maar in de non-fictie genres, of laten we zeggen documentaire, filmlab, het experimentele werk, maar ook innovatielab, wat dan meer rond webseries gaat, AR-VR-projecten, zien we eigenlijk alle heel mooie resultaten. Bij fictie en in mindere mate animatie lopen we een beetje achter. En fictie is eigenlijk ongeveer de helft van het soort aanvragen dat we krijgen. Dus dat trekt het algemeen gemiddelde nogal naar beneden. We zitten ongeveer aan een derde projecten die worden ingediend, iets minder dan een derde met vrouwelijke makers en iets meer dan een derde. Dus er is nog een soort van positieve kanteling die worden goedgekeurd. Nu, concreet, heel recent stelde ik vast in onze laatste ronde fictiereeks bij ons Mediafonds dat daar van de 21 aanvragen er 9 aanvragen waren met vrouwelijke makers en 7 aanvragen waar ook makers bij betrokken waren van andere culturele etnische origine. Dus dat dat was toch wel een klein hoera-momentje voor ons, hoewel het natuurlijk een momentopname is. Maar we denken wel degelijk dat er in de sector ook wel dingen aan het veranderen zijn en dat het niet alleen het FAF is die staat te zwaaien of die bepaalde signalen uitstuurt, maar dat er wel degelijk ook een soort bewustwording aan de gang is in onze sector. Dat denk ik wel. Ja. Natuurlijk ook de dingen die vandaag gepitcht worden, die zijn over 3-4 jaar pas op televisie of streams of in de cinema. Zien jullie daar verschil in de dingen die nu op televisie komen en de zaken die nu gepitcht worden? Qua verhaal, qua samenstelling van de teams? Ik vind dat toch wel. Ja. Daar zit toch wel al evolutie in. Je merkt gewoon dat... Je merkt dat de... Ja, weet je, scripts gaan natuurlijk mee met een tijd. Hè? Mm-hmm. En er zit wel heel veel variëteit nagelang de afkomst, het productiehuis. Hè? Mm-hmm. Dan merk je wel dat sommige productiehuizen daar al veel meer mee bezig zijn. Sommige producenten zijn veel meer met de problematiek bezig zijn dan anderen. Maar je ziet wel degelijk een evolutie, absoluut. Maar we zijn er nog niet, omdat het wordt vaak beperkt tot de storyline of de casting. Mm-hmm. Hè? Terwijl het natuurlijk veel, veel verder gaat, hè. Het gaat. Als je echt een doelgroep juist in beeld wil brengen, dan moet je die door en door begrijpen. Dat wil zeggen dat je niet alleen achter de camera ook de juiste mensen moet hebben die mensen begrijpen, maar ook dat je eigenlijk de nodige bruggen moet hebben naar die doelgroepen waarover dat je aan het praten bent. En het bouwen van die bruggen, dat is niet iets wat je even voor een project doet. Hè. Dat duurt lang. Dat is iets waar iedereen van ons eigenlijk moet mee bezig zijn om dat mogelijk te maken dat dergelijke ondervertegenwoordigde doelgroepen op den duur op de juiste manier vertegenwoordigd zijn. Er bestaat geen handboek voor, er bestaat geen proces voor. Dat is gewoon in de realiteit, in de praktijk botten aandoen en die linken gaan zoeken. Hè. En sommigen staan daar gewoon al verder in dan anderen, merk je. Ja. We hebben dat wel, als ik dan nu terugkijk naar de opstart van What the Fuck, een jongerenreeks, waar denk ik ook wel diversiteit een belangrijk onderdeel van is, hebben wij echt een hele grote enquête georganiseerd onder jongeren, die door een onderzoeksbureau werd gehouden. Ook jonge mensen, die zelf ook nog maar Alliance heten zijn, die waren zelf nog maar gestart als onderzoeksbureau, was ook een heel divers bureau. En zij zijn echt de straat opgegaan naar scholen, grote enquêtes, maar ook lange gesprekken met jongeren van 2-3 uur,
op een plek waar de jongeren zich goed voelden om echt met hen te praten over wie ben je, wat vind je belangrijk, waar ben je mee bezig, wat wil je zien op tv. En alles wat dat daar verzameld is, hebben we ook echt gebruikt om de scenario's die adaptaties waren, maar aangepast zijn dan aan het Vlaamse doelpubliek, om die zo goed mogelijk te krijgen en onderwerpen te behandelen en personages in beeld te brengen die, waarin dat de kijker zich herkende. Dus dat is de eerste keer waarin dat wij dat gedaan hebben. Ik denk dat What the Fuck, ja, is een heel groot succes geworden. Dus misschien kan dat ook interessant zijn bij andere projecten en andere doelgroepen. Als een good practice tonen, ja. Amina, Miranda sprak daarnet even over als je pitches moet gaan doen, dat veel vrouwen onzekerheid voelen, ook om een dossier in te dienen. Hoe doe jij dat graag, gaan pitchen bij een zender of bij een productiehuis? Nee, maar dat zal niet per se afhangen of ik een vrouw ben of niet. Wij zijn wel met het collectief ook gestart, net op een goed moment, in heel de MeToo-beweging, waarin men heel bewust werd dat vrouwen te weinig aanwezig waren in de sector. Dus ik denk dat we daar net toevallig een voordeel hadden. Dus waardoor dat ik wel merkte dat productiehuizen, regisseurs enzovoort wel echt zochten naar vrouwelijke verhalen, vrouwelijke maaksters. Dus ja, daar hadden we net een stapje voor. Ja. Ja, dus je hebt wel het gevoel dat je welkom bent en dat je je ding kan doen. Ja, ja. Ja. Dat is heel fijn om te horen. Ik denk dat de uitdaging niet altijd is dat er onvoldoende talent of initiatief zou zijn. Absoluut niet. Maar het gaat er hem vaak om dat dat talent of initiatief niet op de juiste manier samengebracht wordt of omkaderd wordt. We weten allemaal hoe een complex proces een productie is en hoe je verschillende lagen van talent op elkaar moet gaan stapelen. En ik denk dat de uitdaging en misschien ook wel de rol dat we daar allemaal hebben, zowel vanuit zenders, streamingplatformen, producenten, ook institutionele partijen, om eigenlijk nog meer kader en begeleiding te bieden, zeker voor talenten en initiatieven uit doelgroepen die vandaag ondervertegenwoordigd zijn. Want het talent is er meer als voldoende, maar de begeleiding en het kader zijn soms onvoldoende. En het is wel, je moet wel je weg kennen om uiteindelijk van dat superidee dat er is, een topproductie te maken. Aanvaard je dat ook... ervaar je dat ook zo? Opnieuw? Zeker, maar ik denk dat heel veel met de leeftijd te maken heeft. Hè. Je merkt dat ook aan wat Carla vertelde, hè, als innovatielab, als je daar al veel meer diversiteit en veel meer vrouwen in ziet. Je zal merken dat de gemiddelde leeftijd van de aanvragers van innovatielab zal lager zijn dan die van voor een fictiefilm of voor het mediafonds. En dat heeft natuurlijk te maken, daar zie je dus dat verschil in, omdat er 35 jaar geleden studeerden er heel weinig... geen regisseurs van allochtone afkomst af. Heel weinig vrouwen als regisseur studeerden toen af. Scenaristen net hetzelfde. Acteurs, actrices net hetzelfde. Dus dat is maar bij de jongeren dat die inhaalbeweging er is in het aanbod. En dan duurt het een tijd eer dat die voldoende rijp zijn, zoals dat bij iedereen duurt. Hè. Niet elke, je begint ook niet op je 22 als succesvolle producent van drie grote langspeelfilms en twee grote series. Nooit. Hè, dat is nooit gebeurd. Dat is altijd vanaf een bepaalde leeftijd. Dus je hebt daar wat opleiding, ervaring enzovoort voor nodig. En kansen uiteraard. Hè, maar dus het gevoel is wel dat die kansen er nu zijn. Tenminste bij de jeugd. En een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld. Stel nu dat je in je scenario een man van middelbare leeftijd van allochtone afkomst nodig hebt, zo zijn er niet veel acteurs. Dus dat is al heel moeilijk om dat in te vullen op het scherm, als je dat al zou willen. Terwijl dat voor de jeugd makkelijk zat is. Daar is keuze te over. Dus de jeugd kan ze geven. Ja. Nu, voor die nieuwere makers, dat nieuw talent dat nog minder ontdekt is, kunnen wij als FAF natuurlijk wel heel veel betekenen. Omdat wij binnen onze werking rond talentontwikkeling heel gerichte projecten kunnen opzetten waar mensen begeleid worden. Talent scouting, al om te beginnen, maar ook als die talenten, die diamanten die nog moeten gepolijst worden, dan via onze werking binnen ons team talentontwikkeling ook de juiste coaching en omkadering krijgen. En niet alleen coaching en omkadering, maar ook leren in zichzelf geloven. Dat is een mooie opstap eigenlijk om van daaruit dan te kunnen instromen in het professionele leven. En wij merken bijvoorbeeld bij ons atelier rond
concepten voor fictiereeksen. Dat in de laatste lichting meer makers zaten van andere etnisch-culturele achtergrond dan witte blanke makers. Dat zijn allemaal mensen die ja, talent hebben of heel waarschijnlijk veel talent hebben en die wij eigenlijk willen gewoon diezelfde kansen geven. Hè. Want het FAF blijft natuurlijk finaal een beetje een Formule 1 race, zoals wij soms zeggen, naar dan die productiepremies waar we er ook niet zo heel veel van hebben. Maar dus de opdracht is voor ons vooral zorgen dat al die talenten mee aan die race kunnen doen en tonen wat ze waard zijn. En dankzij die talentontwikkeling die wij kunnen aanbieden, omdat wij daar ook de middelen voor hebben, kunnen wij daar wel een soort van accelerator zijn om die talenten op de radar te krijgen van de sector en van de omroepen enzovoort. Ja. Oké, onze tijd zit erop, zie ik. Ik wil jullie allemaal heel hard bedanken om tot hier te komen en jullie waarschijnlijk drukke agenda's een gaatje te maken. Ik vond het heel aangenaam. Ik ben ook heel enthousiast over wat ik hier allemaal gehoord heb. Ik ben positief als ik naar de toekomst kijk. Dus dank je wel en misschien tot een volgend moment. Graag gedaan. Dan gaan we nu over naar de derde en de laatste keynote. En die is van Kirsten Scheffer. Die zit in de United States. En Kirsten Scheffer is Executive Director of Women in Film. En zij is ook programmator voor een aantal filmfestival met een focus op gender en gender identity, waaronder Outfest onder andere. Hi Kirsten, can you hear me? I can, hello. Hello, how are you? I'm great, how are you? Thank you so much for having me. No, thank you so much for making time for us. I'm very excited to hear what you have to tell to us. So I'm going to give you the floor or the screen and just go ahead and take it away. Thank you. Thank you. Good evening, everyone, or good afternoon, I think it is. There. Yeah, it's afternoon. Yes. it's great to be here with all of you and talking about gender equality and how we get there. So I'm going to jump right in. I wanted to start just by giving a little overview of some statistics. In the United States, the population is 51% women. We have a population of people of color, which includes African American, Asian American, Indigenous, Latinx, and that is 34% people of color. And the percentages of women working in film and television, almost 11% are feature film directors, close to 20% are feature film writers, 24% are feature film producers, and 28% are TV creators. So we can all see that we have quite a ways to go to get to gender parity, to get to 50-50. In Belgium, my understanding is the population is also 51% women, and you have 24% of the fiction film writers are women and 25% of the film directors. So doing slightly better in directors than we are in the US, but still, again, a ways to go to get to equality. I wanted to talk for a minute about why inclusion matters. Obviously, equality is a value that we hold dear in the United States, and I think that you do as well. But in addition to equality, inclusion is really, it's important for culture. The more voices we have, the different kinds of storytellers who are involved in creating the media that we all, you know, watch and partake in really determines the kinds of stories that are made. And we see that when more women of color, when more people of color are telling stories, that the stories are different. They're more diverse. Of course, we also believe that you know, women can tell any kind of story, that they can make action movies and thrillers and horror films and everything else. But when women are absent, we also see that there are less of the kind of intimate personal stories, less stories, less dramas,
And so we really, you know, we hold a belief that that the kinds of storytellers impact the kinds of stories. In addition to that, it's good for business. There have been a number of studies recently that show that when we put women and people of color at the center of the story, that it's good for the box office. I'm going to talk for a second about a research study that we commissioned from USC Annenberg Inclusion Initiative a couple of years ago, where we really set out to understand and in many ways debunk the myth that films with women in the lead don't do well in domestic box office or international box office. So we started by examining simple median differences. And when we looked at these, we found that when female-driven films were given smaller production budgets, reduced print and advertising costs, and they were released in fewer theaters domestically than male-driven films. So not surprisingly, those films also earned less money, both domestically and internationally. And really the results revealed that films with women at the center are not supported in the same way as films with male leads and co-leads are. So we went a little deeper into it and we used, or the researchers used, what's called bivariate correlations. And they controlled for relevant production, distribution, and exhibition factors, as well as the relationship between the male leads and the female leads. And so what they basically found was when they controlled for all of those factors, that having women as leads was not a factor, meaning that was not a reason why things did well or didn't do well at the box office. The things that made a film succeed were the number of territories it was opened in, its story strength, production costs, and marketing budgets, which really was no surprise to us, but to have it validified through this research was extremely significant. And it, you know, the analysis just shows that it's not gender, but money. It's the amount of money that is spent on making and marketing films that impacts the revenue. There was a second study that came out this year. It was released in March and it was done by a firm called McKinsey & Company. And they really looked at African-American or Black leads in films. And they found that the entertainment industry is leaving $10 billion on the table by not achieving racial equity. So not having Black women and men as leads and co-leads in major films means that all that ticket revenue is left on the table. $10 billion worth of money could be made if there were more Black characters at the center of film. We set out about 5 years ago, Women in Film, in collaboration with the Sundance Institute, to launch a program called Reframe. And as we were developing Reframe, we put together this theory of change. And this theory of change, the belief is that when all three sides of the triangle are working at once, that we'll have an inclusive and an innovative culture. So we developed a program that works to build a business case, expand a talent pipeline, and lead change. And through this set of programs, we'll get to inclusivity. And so building the business case means making arguments, such as I just did a few minutes ago, using research to show that women at the center and women behind the camera make money. That's good for business. The second part is expanding the pipeline. So developing, you know, one of the things we learned from earlier research is that there is a perception there aren't enough women. There aren't enough women cinematographers. There aren't enough women production designers. There aren't enough women writers. There aren't enough women directors. When in fact, we know that 50% of people in film school are women.
and that there are plenty of women working in the industry, but they aren't always getting the opportunities. So we have developed a program as part of Reframe, and then Women in Film and Sundance also have programs that are really about developing that pipeline of talent. And then the other side of the triangle, leading the change. Some of this is about understanding bias and how it works, both conscious and unconscious bias. It's also about putting best practices into place to mitigate that bias. And in many cases, it's also about setting targets. It's about making decisions to say, you know, we really want to get to gender parity. We want to have an industry that reflects the racial and ethnic populations of our communities. And so we're going to set some targets. We're going to set, you know, 20%, 25%, 30%, you know, until we get to 50% for gender equality. One of the other things that we really believe at Women in Film, and also is part of Reframe, is that it really is about systemic change. It is about every single part of the system working to change. And so when we look at financing, when we look at hiring creative leads, we look at casting, hiring crew, production and post-production, festivals, distribution and marketing, script development. Oh, maybe I should have started there. Script development. That's usually the first part. At every single part of the system requires a conscious effort to make change. And so as part of Reframe, we have put together a roadmap that puts forth different ideas around how to make change at each of these places. And I'm gonna just do a couple of quick ideas for each one, then I'm really gonna focus on the festivals, distribution, and marketing. So an idea around script development is, one idea that's been put forth is to remove the cover page from a script when people are reading it, so you can't tell the gender or race or ethnicity of the writer. When we're looking at financing, the most important thing is that it's equitable, that films that are made by women or directed by women get the same amount of financing as films that are made by men. When we're hiring creative leads, such as writers, directors, producers, that we're hiring equitably, that we are making an effort to ensure that we have 50% writers, directors, producers, because those are the people who are gonna make the rest of the decisions about the production. And then in television, of course, it's showrunners, and the show creator, as well as the people in the writer's room. In casting, this is a really often super important place to ensure that the casting is equitable. The Gina Davis Institute has done a lot of work around pushing for crowd scenes, that there are 50% women in crowd scenes, which makes perfect sense. Hiring crew, you know, ideally every position on the crew would have a chance for equality. So we're looking at, you know, 50% women from grips all the way, you know, to cinematography. There are a number of databases that have become available. We work with one called Crewvy, which is an international database. Wherever you are shooting, you can look in this database for women, for people of color, for people who have been vets, who have, you know, previously fought in wars and are you know, been in the military and are now working in production. There are a number of these databases. That's just the one that we work with the most. Of course, in
production, which we've been talking about around hiring crew, but then again in post-production to think about who is doing the post. We have learned in our region, there are very few women-owned post-production companies. It's a thing that we are focusing on at Women in Film over the next few years, is helping women to build those kind of businesses, helping them to build their post-production companies, so that there are more women doing that. And then these two areas I've highlighted because I think that they are really important and often overlooked, the role that both festivals play and distribution and marketing. When we started doing the work at Reframe a few years ago, one of the things that we found pretty quickly is that every part of the system kind of was blaming another part of the system. Like, oh, you know, it's not our fault that there aren't enough women. It happened before us. You know, the pipeline wasn't deep enough. There weren't enough good scripts. There, you know, isn't enough crew. And then the festival saying, well, we didn't have enough films submitted made by women. Or when it got to distribution and marketing, you know, there weren't enough films coming out of the festivals for us to buy. And you know, we started to realize that really the only way to combat this is to look at the entire system and ensure that every part of the system is working to solve the problem. Oh, my clicker is not, oh, there we go. So when we talk about festivals distribution and marketing, I want to come back to this idea of the business case. So we know from previous research that investing in films and television shows that have female writers and directors is good for business, it's good for box office. Through that same research, we learned that investing in marketing budgets for those films is what is going to lead to their success. That if they have lower marketing budgets, they have no hope of doing as well at the box office. We also, you know, at Reframe have developed our own pipeline program. It's called Reframe Rise, and it is a sponsorship program. So we have selected 8 mid-career directors and really supported them with a team of sponsors. So sponsors are like mentors, but even more engaged. And so the sponsors work with the directors to help them figure out what it is they need next in their careers. So these are women who have made films that have played at festivals, who have won, won awards, but are looking to go to the next level, to have a show that they've have created or that they've directed the pilot for that is on television, and to move into bigger budgets from those sort of $5 to $10 million budgets to the, you know, $50 to $100 million budgets. And so through this program, we have been able to connect our directors, you know, to different people within the business to help them, you know, get in the room, get the interview, and continue to move forward in their careers. Also at WIF, we have partnered with a company called The Blacklist, and we have been running writing labs, both episodic, which is television, and film. And through these programs, have been able to get women managers, agents, close to 50% of the women who came through the first couple of years of our program are staffed in writing rooms. So they are working on television shows, largely because of their talent, but also because of the connections they were able to make and the visibility that they got from being in the labs. Sundance Institute runs a dozen different labs throughout the year. They run labs for
They also run episodic and feature labs. The feature labs have been going on at the Institute, I think, since the beginning of the Institute, since the 80s. They also have composers labs, producers labs, labs for VR and AR. And so they really are, I think have some of the highest profile and most bespoke labs probably anywhere in the world. And through that are really developing the next generation of talent. People who not only make movies that end up in their festivals, but also are often making the next Hollywood films. Another a more international example is the Berlin Talent Campus, which I think has been running for about 10 years. They select dozens of participants who spend time it takes place during the Berlin Festival, workshopping projects, connecting with different parts of the industry and helping to develop those skills and networks for the people who participate. I mention all these programs because they're a key to achieving gender parity. So, obviously our programs are all women. The Sundance Labs, I think, are over 50% women. I don't actually have the statistics on the Berlin Talent Campus, but I know many, many women who have gone through those programs and they've been incredibly beneficial. So when festivals and the organizations that run festivals make investment in developing the pipeline and developing talent, it affects who moves forward in the industry and who is able to have a successful, sustainable career. Another thing I think is really important is the role that festivals play in that whole cycle that I showed on the previous slide. So the first part of festivals contributing to inclusivity is building awareness. What percentage of female directors participate in the festivals? What percentage of people of color, of women of color? And once there's a commitment and an understanding of the existing numbers, then it's about setting targets does the festival have 20% female directors and is the goal to get to 40? Is it to get to 50? Perhaps it's to get to 60 even, but knowing where you wanna go is half the battle. The next part of it is being creative. When I was the director of programming for OutFest, the LGBTQ+, media arts organization and film festival in Los Angeles, there were years when there just weren't many high profile films directed by women. And so we had to be creative about how to bring female audiences, how to bring audiences, period, all audiences, men and women, to films made by and about women. And so there was, typically we would have, 1,000 seat theater on a Saturday night, and we would usually show, a big women's film. And there was one year we just didn't have that kind of film. And so we put together a shorts program. It was a way to showcase emerging talent. They were excellent shorts. The audience loved it. It was a great solution. There was another year, again, when we didn't have so many strong narrative films. And so we showed some documentaries made by women and put them in bigger theaters. This was often a tactic that worked well for us is sometimes there were excellent films, but we didn't have movie stars in them. And I put them in a big theater, made it a centerpiece film,
focused media attention on it, and our audiences were able to really discover new talent and fall in love with a film and a filmmaker that they would not otherwise have if it had been kind of in a smaller theater and off to the side. So just raising the profile of the films. Another thing that I would hear as a programmer, and I still hear, is that, you know, there aren't good enough films made by women, or the films made by women aren't as strong as the other films. And I would just question that. Who thinks that? Who's making that decision? Who's on the programming team, and really push to get beyond some of those sort of constraints around what good is and who's deciding what good is. And then the last part of this is really, once you've set the targets, reporting out on the success of those goals. And I think an organization that has, let's try again here, that has done that really well is the Sundance Institute. So they, a couple of years ago, also worked with the USC Annenberg Inclusion Initiative to measure their success around gender parity. So you can see that in 2009, I think 17% of the films were directed by women, went up slightly over the years, took a little dip, and then really started coming up with a lot of intentionality in 2017, 2018. And then this year in 2021, they had 40% of the films were directed by women. So they set targets and started measuring against those targets. All the while, they were also developing their pipeline programs. So, they've been doing that for decades. So helping women tell their stories, and ultimately, those and others getting into the festival. Great. I so wish that I was in the room with all of you so I could answer questions directly. But I am here and available to answer any questions that you have from the presentation. Okay, I will channel them for you from the audience. One question I have is, big organizations or institutions don't change overnight. How do you deal with persons or institutions that want to hold on to the status quo? What's your approach with them? I think I would first ask, is the status quo working? And who is it working for? So if it is working for everyone in the community, if it's working for the women, for the men, for the younger people, for the older people, for all the different parts of the population, then maybe it doesn't need to change. But if it is not working for everyone in the population, then I think those who are holding on to the status quo have to think about why. And what we find in the United States is that it is often sort of generational, like it is people who've been in the business or in the job or in the arts institution for a long time who is holding on to the status quo. And eventually the next generation coming up is going to change it. So they can be a part of that change or they can just resist the change. But generally being a part of the change is more successful for everyone. Another question I got is, how do you avoid that women are being used as a token, or female directors, or this problem when you see we use these women as a token instead of implementing it via structural change? I think one thing that avoids tokenism is to have women also in the decision-making roles, so that
women are making the decisions and also supporting other women, as opposed to someone just doing it for, you know, the visibility or for the press, and that it really gets baked into the culture so that it is not just a thing that happens once or twice, but is part of how the culture is built. Mm-hmm. Okay, last question. Do you think this evolution or change would have happened without the Me Too movement? I think it would have happened. I think the Me Too movement definitely sped it up because, you know, it was, you know, millions and millions of women saying, like, we've had enough and this can't go on. And, you know, in Hollywood, a few dozen really brave actresses who came forward and started talking about the things that had happened to them with Harvey Weinstein and others, which just peeled back the layers of what women had been experiencing in this industry. And a lot has changed and continues to change. I mean, we, both at WIF and in many other areas of the business, are focusing a lot of attention on culture. What kind of culture are we creating? Is it a place that is welcoming to women and non-binary people and other people who have been sort of historically pushed out? You know, so working to change that culture, not only so that people are coming in, but once they're in, it's a place they want to be. Mm-hmm. Okay. Thank you so much. I'm afraid, I have another question sorry. Our time is up. I want to thank you so much for making time for us. I heard that you're experiencing a heat wave in the US at this time. Is it true? Is it hot? It is. I'm on the East Coast in New Hampshire, which is usually, you know, beautiful, but it's like 98 degrees and humid. So it just feels like you're in a hot box. Okay. Then I wish you the best of luck to get through this heat wave. And thank you so much again for joining us. Thanks for the inspiration. And I'm having a conversation about your presentation with a lovely panel here. On the situation in Europe and Flanders. So great. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Dan gaan we direct over naar het derde panel. En dat gaat focussen op publiekswerking. En daarvoor heb ik 5 gasten hier vandaag. Ik begin met Niels Putman. Jij bent coördinator bij het Short Film Conference. Ja. Klopt. Naast mij zit ook Karin van den Rijt. Jij bent co-directeur en programmator van Anima Festival. Aan de overkant zit Chiara Kandale. Jij bent een van de oprichters van Girls on Film. En Brecht van Wijndalen zit naast haar. Jij bent coördinator film bij Chef. En jij bent daar verantwoordelijk voor de distributie. Klopt. En als laatste hebben we Diana Raspoet. En jij bent hoofd van publiekswerking bij PFAF. Voilà. Niels, ik ga bij jou beginnen. Ik heb gehoord dat Short Film Festival recent een onderzoek heeft gedaan naar genderrepresentatie bij Kort Film Festival. Kan je daar iets over vertellen, over resultaten? Ja. Dus we zijn vorig jaar een onderzoek gestart bij Short Film Conference, wat eigenlijk een netwerk is van verschillende festivals, maar ook agencies en distributeurs die zich met kort film bezighouden wereldwijd. En we zijn een onderzoek gestart omdat wij er binnen de kortfilmindustrie heel vaak van uitgaan dat wij het op vlak van gendergelijkheid vaak beter doen. Maar er zijn eigenlijk geen cijfers die daar kunnen staven. Dus we zijn het onderzoek gestart met Short Film Conference samen, in samenwerking met Kurzumtage Wintertour in Zwitserland en het Clermont-Ferrand Kortfilmfestival in Frankrijk. De eerste resultaten zijn miniem, omdat we eigenlijk op heel wat barrières zijn gestoten. Namelijk het feit dat die data die we eigenlijk willen onderzoeken, dat die er niet is. En dat is eigenlijk een eerste grote resultaat, is dat we merken dat, dat er heel veel bereidheid is om
ja, die data te verzamelen, maar dat, dat de festivals die niet hebben, of de middelen niet hebben, of de personen niet hebben, of de tijd niet hebben om dat te doen. Nu, een andere ding dat we hebben gemerkt is dat, dus het feit dat die data niet makkelijk te verzamelen is, dat er wel een heel grote bereidheid is en dat mensen, of dat er een heel grote bewustwording is van het feit dat die data nodig is om aan te kunnen tonen dat, dat wat wij denken, namelijk dat het binnen de kortfilmindustrie dat daar betere gelijkheid is, dat dat belangrijk is. En nu, we merken wel dat, dat die bewustwording, dat daar een heel grote evolutie is geweest in de laatste jaren. Of een van de grote resultaten die we nu hebben gemerkt, is het feit dat er, bijvoorbeeld als we het hebben over retrospectieve programma's, waarbij er meer een keuze kan gemaakt worden over wie zetten we hier in de kijker, dat daar een verschuiving is geweest van voornamelijk mannelijke regisseurs naar nu een meer grotere gelijkheid. Ja. Maar het onderzoek is nog lopende. We zitten helemaal aan het begin van het stadium. We hopen nu, ons eerste doel nu is om die grote barrières weg te halen, om die data dus makkelijker te kunnen verzamelen, basically. Ja. Karin, hou jij rekening met je programmatie, bij je programmatie met gendergelijkheid of representatie? Ja, maar eigenlijk paradoxaal genoeg een beetje in de omgekeerde richting. Hoe bedoel dus je? Wij zijn een team met uitsluitend vrouwen, of we waren een team met uitsluitend vrouwen, we hebben nu een man aangenomen. Maar dus dat was al een beetje een ambetant punt, dat we eigenlijk daar gedachten, we zijn eigenlijk, we moeten toch eens een man hebben nu. Dus we zitten een beetje daar. En in de programmatie krijgen wij dus commentaar dat soms de programmatie te vrouwen, te eenzijdig is. En dat is, denk ik, je kunt dat niet tegenhouden. Je programmeert als programmator wat dat u aanspreekt, wat dat u ontroert. En dus wij letten daar eigenlijk wel op, maar meer naar de omgekeerde kant. Dus dat wij eigenlijk, we hebben ons programmatieteam, is de, basically de ploeg waar wij het festival mee runnen. Maar wij hebben ook een preselectieteam. En daar hebben wij echt zitten zoeken om daar een soort gendergelijkheid in te hebben, om eigenlijk heel het spectrum dat we tenminste het volledige spectrum hebben. En dus, dat heeft een invloed, zeker weten. De samenstelling van het selectiecomité heeft een invloed. Ja, dat heeft een invloed. En dus wij proberen ook dat eigenlijk heel divers te houden op diverse manieren. Dus ook niet alleen man-vrouw, maar ook in leeftijden. Ja. Omdat we zijn eigenlijk een heel groot publieksfestival. En je probeert echt die voeling met je publiek te houden. En van niet alleen te programmeren wat je zelf fijn vindt. En dat is duidelijk. Ik ben aan de oude kant. Dus je hebt een heel referentiekader. Dat evolueert en je moet je vernieuwen. Dus dat is bij ons ook een heel groot aandachtspunt. Daar om in de ploeg ook jonge mensen erbij te betrekken en bij de keuzes van de films. Ja. En denken jullie dat jullie het enigste festival zijn dat daarmee bezig is met de samenstelling van de selectiecomité's, of leeft dat wel in de sector? Ik durf dat niet goed zeggen. Ik weet dat niet. Dat weet ik niet. Wat dat heel merkwaardig is, is dat wij een evolutie zien in bijvoorbeeld bepaalde thema's die verschoven zijn. Dus vroeger in animatiefilm hadden we toch zo'n beetje de jongetjesfilms noemen, hè, waar het niet altijd even fijngevoelig eraan toe gaat, zal ik het zo zeggen. En dus je ziet dat eigenlijk niet meer, dat daar een soort, ik durf dan niet zeggen dat dat echt zo is, maar ik heb me al afgevraagd of daar niet een soort autocensuur is. Zo bijvoorbeeld films over seks, als wij die krijgen in animatiefilm, in de kortfilms, hè, dus ik spreek niet over de langspeelfilms, die zijn eigenlijk bijna uitsluitend door vrouwen gemaakt. En dan vraag ik mij af, is dat omdat er een schroom is om op hun donder te krijgen als je met dat onderwerp naar buiten is? Is er een soort autocensuur? En dat vind ik wel spijtig of tenminste interessant om te weten of dat zo is. Vanuit de mannelijke makers bedoel je dat? Ja. Kiara, bij de generatie jonge mannen of er autocensuur is? Of? Wel,
ik voel mij niet de meest geschikte persoon om daarop te antwoorden. Omdat Girls on Film is een initiatief dat er echt resoluut voor kiest om de schijnwerper te plaatsen op vak vrouwschap in cinema. Ja. Dus wij screenen bewust enkel films die levenservaringen van personen die zich als vrouw identificeren centraal plaatsen en ook echt zelf het resultaat zijn van vrouwelijke creatieve arbeid. Ja. Dan ga ik misschien de vraag aan de heren stellen. Merken jullie dat er autocensuur is? Ik vroeg het mij ook af. Wat bij ons bijvoorbeeld, ik heb geturfd van de laatste 26 films die we hebben uitgebracht. En ook van het festival is er ook een soort van telling een keer gedaan voor Wanda, die een studiedag bij ons organiseerde. En eigenlijk wat wij ook merken is een beetje gelijklopend dat eigenlijk de representatie bij ons heel goed is en soms ook doorwegend naar de vrouwelijke representatie. Dus dan zou ik kunnen zeggen van zie eens, kijk naar ons, hoe goed dat we het doen. Maar ik vraag mij af of dat wel de boodschap is, waarbij dat je eigenlijk ook merkt voor de universiteiten die ook meer en meer vrouwen aantrekken binnen hun staf, omdat misschien de loonkloof tussen privé en universiteiten groter wordt, dat er ineens meer vrouwen gaan werken in universiteiten, omdat daar minder te verdienen is dan in privé. Zouden we zo'n dingen kunnen meespelen? Vraag ik mij af of dat daar inderdaad meer gegevens over zijn. Of gaat het over misschien werken voor jeugd of de thema's die in jeugdfilm aan bod komen, dat die meer aanleunen bij wat vrouwen willen vertellen. Maar dat is ook iets dat ik niet durf zeggen of waar ik geen gegevens of onderzoek over heb. Nee. Nee. Dus klopt. Nee. Oké. Ik wilde eventjes bij jou nog terugkomen, Chiara. Intersectionaliteit, speelt dat een rol in jullie programmatie? Ja, absoluut. Wanneer wij zeggen dat wij geïnteresseerd zijn in levenservaring van vrouwen op het witte doek, dan bedoelen wij niet enkel witte vrouwen. Wij zijn ons ervan bewust dat de meerderheid van de films die de overgrote meerderheid van het publiek consumeert, dat die geproduceerd zijn door witte mannen, die dus ook een perceptie op witte vrouwelijkheid natuurlijk gaan produceren. En dat zijn beelden, als je enkel met films geconfronteerd wordt die vrouwen in passieve of secundaire rollen afbeelden, dan ga je die denkaders ook meenemen in je eigen leven en naar de buitenwereld. En dat geldt eigenlijk des te meer voor vrouwen van kleur of queer vrouwen of non-able-bodied vrouwen. Dus dat is iets waar we ons heel bewust van zijn. We hebben ook een heel participatieve programmatie. Wij laten onze films altijd inleiden door een gastspreker die uit het feministische, academische of artistieke milieu komt en die de film ook zelf mag aandragen. Dus dat levert ons ook een heel diverse programmatie op, omdat wij ook wel op zoek gaan naar gastsprekers die ons een diversiteit van ook eigen filmervaringen kunnen aanreiken en daarover kunnen vertellen. En ook bij het publiek potsen wij heel regelmatig naar in welk soort film zij geïnteresseerd zijn. Ja. Dan ga ik even over naar Diana. Kan jij toelichten wat jullie bij FAF rond publiekswerking doen en dan specifiek rond dit thema? Misschien eerst even, lijkt mij nuttig, even duiden wat publiekswerking doet. Het is de afdeling binnen het FAF die zich inzet voor een dynamisch en heel divers ecosysteem rond filmcultuur en de kwaliteitsfilm in Vlaanderen. Dat wil zeggen dat wij zowel projectmatig als structureel een waaier van initiatieven ondersteunen. Zowel festivals, waaronder het Anima Festival, maar evengoed ook Pink Screens of het Afrika Film Festival. Als vertoners, arthouses, culturele vertoners en culturele centra, als filmeducatieve en filmreflectieve initiatieven. Ik moet zeggen dat de organisaties die wij ondersteunen, dat er daar toch die vier P's, dat die toch al hoog op de agenda staan. Dus zowel een diversiteit op het vlak van publiek als programmatie, als partners en personeel, dat was het, de vierde. Zij rapporteren daar ook over. Op dit moment is het ook zo dat de organisaties die door ons worden ondersteund, dat die, en dat is verplicht geworden, dat die de basisprincipes van goed bestuur moeten volgen. En daarbij zijn gender evenwicht en de diversiteit binnen de raad van bestuur, dat wordt afgetoetst en dat is nu ook verplicht.
Het is ook zo dat onze commissies natuurlijk meerstemmig zijn en dat ook onze panels en de sprekers, de samenstelling van de sprekers voor onze professionele momenten, dat we daar ook uiteraard gender evenwicht en diversiteit nastreven. Maar een klein onderzoekje in het kader van het actieplan, daaruit merkten we toch dat 75% van onze van de algemene directies en de artistieke directies van de organisaties die we ondersteunen, dat dat toch weer mannen zijn. Dus ik denk dat er nog best wat kan gebeuren. En vandaar dat we toch wat meer willen inzetten op inmonitoring, maar ook op sensibilisering en op stimuleren. De sensibilisering, ja, dat kunnen we dan doen via onze nieuwe website en de kanaal, maar ook binnen onze tweejaarlijkse inspiratiemomenten en binnen onze werkgroepen die we hosten. Stimuleren, dat willen we aangrijpen door... We gaan al een eerste stimulans uitwerken in het kader van onze Springpaan-premie. Dat is een premie die het aanbod van de vertoners moet vergroten. Dus zij krijgen de mogelijkheid om ondersteund te worden om meer vertoningen te realiseren. We gaan daar een extra stimulans aan toevoegen waarbij ze ook zich kunnen richten tot nieuwe doelgroepen. Naar de toekomst toe komen er nog andere stimulansen. Ik denk ook dat we echt willen inzetten op meer inspiraties op het vlak van tools, scans, begeleiding, zodanig dat dat thema dat er al is, dat is zeker. Er is zeker een groot bewustzijn, maar dat ook nog kan versneld worden. Ja. Ik heb een vraagje waar jullie allemaal op mogen antwoorden. Kirsten sprak over Reframe, een soort traject dat zij doen om vrouwen in films meer te laten doorgroeien of op key positions te laten komen. En één daarvan was een label voor festivals. Een label dat aangeeft dit festival is, houdt rekening met diversiteit en inclusie. Nu, een soort label bestaat al, denk ik, in Vlaanderen voor ecovriendelijke of voor groene festivals. Denken jullie dat dat ook een goed idee zou zijn voor gender equality, of wordt het dan een soort van sticker en window dressing? Moeilijke vragen. Ja. Wat ik er juist zei, van wij doen het eigenlijk goed, maar verdienen wij dan zo'n sticker? Want eigenlijk, ja, ik vraag me af, jeugdfilms worden vaak ook ondergefinancierd. Dus ook internationaal zie je dat een sector is waar vrouwen eigenlijk naartoe trekken. Wij zien ook bij onze cijfers, waarom zijn wij in evenwicht? Vooral ook door de korte documentaires die in ons programma zitten. Daar zitten meer vrouwen in, bij kortfilm, meer vrouwen op de documentaires. Ook daar zijn de budgetten lager. Dus ja, ik zou zo'n sticker toch misschien... Ja, dat is een beetje dubbel dan, ja, inderdaad. Dubbel, ik snap wat je bedoelt. Ja. Wat denk jij? Ik ben van de oude stempel. Hè. Ik ben daarvan... hoe moet ik zeggen? Vanuit mijn buikgevoel... Ik hou daar niet van. Van stickers en stempels. Ik hou daar echt niet van. Eigenlijk zijn wij heel voorbeeldig. Als ik kijk naar wat wij tonen, onze ploeg is heel voorbeeldig. Niet alleen op het man-vrouw, nee, op vrouw-vrouw. Ook qua biculturele achtergronden. In Brussel moet ook moet al van kwaaie wil zijn om niet divers te zijn. Dat kan bijna niet als je een beetje... normaal functioneert, zeker. Dus wij hebben ook... een heel stuk zit ook aan Franstalige kant. En daar is de diversiteit nog veel groter. En dus automatisch komen die mensen in je ploeg. En die groeien ook door. Dus niet dat die enkel als stagiair aangenomen worden. Dus die groeien door op bepaalde functies. Maar nu ben ik met een draad... Dus ik vind dat moeilijk om... Ik hou heel veel van een soort organische... evolutie. En in ons geval is dat wel zo. Maar eigenlijk naar aanleiding van dit panel ben ik eigenlijk met heel veel mensen beginnen praten en blijkt dat niet zo evident. Laat ons zeggen dat ik eergisteren zou gezegd hebben nee, nooit, en dat ik nu een beetje genuanceerder ben. Dus ik wil er mij niet echt over uitspreken. Omdat jullie een beetje de uitzondering op de regel zijn. Ja. Ja, oké. Niels, of... Ja, sorry, doe maar.
Ik ging zeggen, bij Girls on Film hebben wij denk ik niet echt nood aan zo'n sticker, want onze boodschap spreekt voor zich. Jullie boodschap is een sticker eigenlijk. Voor ons is dat een basisaxioma. Wij zijn daar altijd van overtuigd geweest. Dat is altijd onze missie geweest. En merkwaardig genoeg merken wij een enorme genderpariteit in ons publiek op. Omdat we die boodschap niet meer expliciet moeten uitdragen. Het is al gewoon geïntegreerd in waar dat wij voor staan. En wij richten ons op de eerste plaats op filmliefhebbers, op cinemaliefhebbers en dus ook op mensen die eer willen zien voor de bijdrage die vrouwen aan de 120-jarige geschiedenis van cinema hebben geleverd. Dus jullie hebben niet enkel vrouwen die naar jullie festivals of films komen absoluut kijken? Absoluut niet. Oké. Niels, heb jij er nog... meningen over? Ja, ik vind het fijn om te horen dat het bij Karin zo organisch allemaal en zo vlot gaat. Maar ik denk dat we allemaal wel beseffen dat het niet overal zo makkelijk gaat. Mm-hmm. Die stickers. Sticker is misschien nu ook zo'n heel kinderlijke manier om daarmee om te gaan. Maar ik denk wel dat het nodig is dat er een push komt, zodanig dat er een bewuste push komt, zodanig dat organische van dat evenwicht dat er makkelijker komt. En ik denk dat we nu even moeten investeren in die push, om dan hopelijk binnen een x-aantal jaar daarvan de vruchten af te werpen, waarbij dat misschien voor iedereen organischer verloopt. Ja. Dus ja, die sticker, daar ga ik mij ook niet over uitspreken, maar ik denk wat het belangrijk is dat er geïnvesteerd wordt in waarom we hier eigenlijk allemaal zijn vandaag. En ik moet er ook eerlijkheid zelf aan toevoegen. Ik spreek voor mezelf. Ik denk eigenlijk ongeveer iedereen die van onze ploeg, die een stuk jonger zijn dan ik, die zullen onmiddellijk die sticker heel fier overal opplakken. Achter Green Track zit ook meer dan alleen het label. Ja. Hè? Dus ik denk ook wel dat dat heel boeiend is, dat je wel zorgt als sector, maar ook samenwerken met partners buiten de sector, om wel die verandering in de structuren mogelijk te maken. Hè? Want het is een heel complexe gegeven. Het gaat inderdaad over intersectionaliteit, met een combinatie van heel veel zaken. En dat lost in de samenleving ook niet als organisatie op, zelfs niet als sector. Dat is iets dat je met meerdere sectoren samen moet aan werken. Dus ik denk wel, moesten we daar kunnen op focussen als sector, daar een speerpunt van maken, een beleidspunt dat ondersteund wordt, ja, denk ik wel dat dingen in beweging kan zetten. En als het dan stickers zijn die je echt kunt plakken, denk ik dat ons publiek dat ook wel echt top vindt. Een ander idee dat ik heb opgevangen is bijvoorbeeld dat het FAF enkel festivals zou ondersteunen als hun jury representatief is, als hun jury goed samengesteld, zal ik maar zeggen. Dat is op dit moment... Dat is al zo. Ik kan niet zeggen bij iedereen dat zo is, maar er wordt toch wel, ik denk zowel op intern vlak, de raden van bestuur, de algemene vergaderingen, de juries, daar probeert men toch wel die pariteit na te streven en die diversiteit, het is geen gemakkelijke, om dat toch voor ogen te houden, ook bij Anima, dat is ook in juni, bij juni is dat het geval, hè, bij Jeff. Ja, ik denk dat je moeilijk anders kunt als je missie is dat je gelooft dat film de blik kan verruimen bij kinderen en jongeren, dan is het evident dat je op zoek gaat naar thema's en nieuwe verhalen, dat je je eigen kader in vraag durft stellen. Dat je gaat voor nieuwe perspectieven, nieuwe verhalen. Ik denk dat het een komt uit het andere. En dus wij werken heel veel met kinderpanels, met kinderjuries, jongeren, selectiecomité. En ja, het is niet altijd even evident om die volledig divers te krijgen. Dat kruipt wel energie in. Je moet daar echt bewust mee bezig zijn door te communiceren via andere kanalen, intermediaire organisaties, jeugdwerk inzetten. En we merken bijvoorbeeld, Jeff in de klas heeft een selectiecomité bestaande uit vertoners, want dat is opgericht vanuit het netwerk van vertoners. Dus dat is de kern van de aanbod. En dan merk je dat is een redelijk homogene groep al. Dus dan is dat ook niet heel evident om die groep ook heel divers te krijgen of dat comité's divers te krijgen. Maar ja, we proberen dan ook wel met andere adviescirkels daar rond te werken die wel... die geen vertoner zijn, zal ik zeggen, maar die wel ook die opnieuw die perspectieven binnen kunnen brengen, dat kader in vraag durven stellen. Dus we proberen er wel mee bezig te zijn. Het is ook een luxe dat we daarmee kunnen bezig zijn, want ik ben hier gevraagd als distributeur. Ik denk, wij hebben natuurlijk die een
humuslaag of zo, van ons werk dat we doen vanuit het feit dat we gesubsidieerd zijn. Ja, andere distributeurs hebben dat misschien iets minder. Ik wil mij niet uitspreken over het feit dat zij daar niet mee bezig zijn, maar ik wil zeggen dat is wel heel dankbaar om op die manier, op die fundamenten of zo verder te bouwen. Hè. Dat is wel een luxe dat je daarmee bezig kunt zijn, want er kruipt wel energie in. Ja. Ik heb hier een opmerking van een kijker thuis. En die persoon zegt, sommige doelgroepen kunnen makkelijk digitaal bereikt worden, want niet iedereen heeft tijd om naar festivals te gaan omwille van beroeps- of andere bezigheden. En die persoon zegt ook nog, zeker rond gender equality ga je digitaal waarschijnlijk meer vrouwen bereiken. Klopt dat? Of, Ik weet dat niet. Nee. Ik weet wel, wij zijn dit jaar noodgedwongen digitaal gegaan, gelijk de meeste festivals. En wij hebben inderdaad een heel pak nieuwe mensen, ik denk zelf 25%, we hebben dus een grote rondvraag gedaan, van mensen die eigenlijk beweren dat ze nooit naar het festival zijn geweest en eigenlijk misschien ook nooit zouden komen. En bijvoorbeeld een van de redenen die daar wel naar voren kwam, is van, kijk, wij hebben kleine kinderen, dus voor ons is het veel gemakkelijker, we komen misschien eens één keer, maar geen... Dus maar of dat dan nu specifiek vrouwen of mannen is, we hebben dat eigenlijk ook niet bevraagd. Nee. Hebben jullie daar ervaring mee nu met corona, dat jullie festivals digitaal hebben moeten doen? Ik durf er niks over zeggen. Ik heb cijfers meegenomen, maar die cijfers niet. Maar jullie hebben wel allemaal online oplossingen moeten verzinnen. Ja, we zijn alleen online doorgegaan. We waren samen met Anima. Dus, maar nee, ik heb geen idee of dat je online makkelijker diverse groepen kunt bereiken. Ja. Ik heb eigenlijk nog iets interessants waar dat kan denken. Heel graag. Een aantal jaar geleden is er een student die een eindwerk heeft gemaakt over de representatie van vrouwen in... Hij had zich toen gefocust op de Belgische kortfilm-animatiefilm. En dus dat was tamelijk onthutsend. Dus gewoon hoeveel in een film, hoeveel vrouwen erin voorkomen en hoeveel mannen. En dus eigenlijk kwam die erop uit dat als bijvoorbeeld een massa wordt in een film weergegeven, dat bijna uitsluitend mannen zijn. Ik vond dat echt onvoorstelbaar. En hoe komt dat? Ik denk, ja, dat is... als we dan ergens werk aan hebben, denk ik dat het, onder meer ook op die dingen zijn. Dus dat eigenlijk, de mens blijkbaar nog altijd de man is. Allee, dat vond ik wel heel straf. Ja, in Hollywood is er nu het idee van een inclusion writer, denk ik, waarbij dat je als acteur kan zeggen, ik teken alleen voor deze film als alle figuranten representatief zijn. Ja. Man, vrouw, non-binair, gekleurd, niet gekleurd. Benetton. Ja, dus dat zijn dingen die we misschien kunnen overnemen in de Vlaamse filmwereld. Ik vind dat moeilijk om dat echt te sturen, maar ik vond dat wel... Misschien denkt je daar zelfs niet aan, als je een massa representeert, dat een beetje divers mag zijn. Ja. Dus dat is wel interessant om misschien gewoon uw aandacht daarop te vestigen. Ja, we hebben in het vorige panel ook met producers en regisseurs en iemand van Streams daar wel over gepraat. En ik merk toch wel dat er meer bewustzijn daarover is nu dan vijf of zo jaar geleden. Ja. We moeten bijna afronden, tenzij dat er iemand nog een vraag of een opmerking heeft. Nee? Dan wil ik jullie heel hard bedanken voor jullie komst. Bedankt voor jullie input. En een goede rit terug. Ik hoop niet dat jullie in de file staan, want het is wel het uur. dank je wel. En misschien tot de volgende keer. Dank je wel. Dank je. En dan zijn we bij het einde gekomen van deze sectordag. Ik wil tegen de kijkers thuis nog even zeggen dat alles is opgenomen. Het gaat netjes gemonteerd worden. En dat gaat in een online video beschikbaar gesteld worden. Dus mensen die delen gemist hebben of dingen opnieuw willen zien, die kunnen dat binnenkort doen. Hou de kanalen van het FAF in de gaten, hun nieuwsbrief of hun website. En zij zullen daar aankondigen waar en wanneer die video beschikbaar zal zijn. En intussen komt Koen van Bokstel bij mij zitten. Welkom terug, Koen.
Wat zeg je? Ik zeg welkom terug. Dankjewel, dankjewel. Jij hebt de hele dag, ik heb jou stiekem zien zitten vanuit mijn ooghoek, de dag aandachtig zitten volgen. Ja. Er is heel veel gezegd. Het was echt een druk programma. Zeker. Ja. Ja, ik heb heel veel fijne dingen gehoord. Ja. Het is ook een beetje lastig om nu te proberen om 4 uur debat en gesprek samen te vatten op 5 of 10 minuten. Ja. Maar ik heb wel veel toch wel dingen horen terugkomen, parallellen die ik gehoord heb. Ja. En ik wou eigenlijk ook eerst één ding zeggen. En dat is heel specifiek naar een communicatiemedewerker bij het Hof van Busleiden in Mechelen. Die terecht heeft aangegeven dat ook wij bij het FAF nog wel een leertraject hebben af te leggen. En dat klopt inderdaad. Want die stelde de vraag waarom op een inclusiedag geen ondertiteling of gebarentolk. Ja. Kijk, die ondertiteling dat was een beetje moeilijk, omdat we ook helemaal niet wisten wat de Amerikaanse en Engelse gastsprekers zouden brengen. En we hebben hen ook niet willen afremmen, maar die gebarentolk, ja, dat is absoluut een punt. Dus het geeft gewoon aan dat ook wij nog een leerproces moeten doormaken. De volgende keer zullen we eraan denken. En is de ondertiteling misschien een idee voor in de online versie te voorzien? Dat is een mogelijkheid, ja. Ja. Dat is inderdaad een mogelijkheid. Goed, ja, waar ga ik beginnen? Weet je, ik heb gewoon heel veel dingen zitten opschrijven. Ik wil er gewoon een aantal dingen uitlichten die mij zijn opgevallen. Opgevallen in de gesprekken van de gastsprekers, maar ook in de gesprekken die daarna gevolgd zijn. Ja, ik heb er toch wel een aantal rode draden in gezien. Een van de dingen, het verbaasde mij overigens niet dat de vraag kwam, hè, want ik had ze ook wel verwacht, was, ik denk ook dat de eerste vraag was van, waarom verloop geen harde quota? Goed, ik denk, het is een paar keer al gezegd, ook op Carla Puttemans heeft het gezegd. Ik deel die analyse inderdaad dat wij voorlopig, maar ik denk het woord voorlopig is in deze erg belangrijk, liever willen gaan voor actief aanmoedigen en mensen stimuleren. En ik was ook heel blij met de dynamiek die ik vandaag gezien heb vanuit heel de sector. Dat, je voelt duidelijk dat iedereen graag wil, zich ook van bewust is. En dus dat positief stimuleren geniet echt wel onze voorkeur. Maar ik wil er wel aan toevoegen, het is geen excuus voor vrijblijvendheid. We gaan het ook monitoren. Dat is ook een van de dingen. Het is eigenlijk ongeveer in elk gesprek naar voren gekomen. Weet je, data, data, data. Op een aantal vlakken weten we er al redelijk wat over, maar op een aantal vlakken weten we het niet. Dus daar moeten we echt op inzetten. Nu, dat is ook absoluut iets wat we met FAF willen doen. Het zat ook in ons plan, dus ik ben eigenlijk ook heel blij dat dat er is uitgekomen. Maar het mag geen excuus zijn om te zeggen, we gaan dus wel wachten op die data. Nee, wat mij betreft is het een heel duidelijk verhaal. Oké, we moeten die data nog beter verzamelen, beter in kaart brengen, ook beter proberen te begrijpen ook vaak wat de oorzaken zijn van wat dan uit die data blijkt. Maar het is geen reden om ondertussen geen dingen te doen. Dus dat wil ik er meteen bij zeggen. Want het zou een flauw excuus kunnen lijken van, ja, dan hoef je niks te doen. Nee, dat is absoluut niet wat we zeggen. Wat is mij eigenlijk opgevallen? Bijvoorbeeld bij Kim Belair, die het dan had over de gamesector. Ik denk dat het heel duidelijk was. En de mensen uit de gamesector, ook vanuit het panel, hebben dat ook toegegeven. Dat er toch nog wel een kwantumsprong te maken valt in de gamesector. Dat men zich heel duidelijk bewust is van de problematiek. Maar wat ik erg... er zijn een paar dingen die mij ongelooflijk bijgebleven zijn van wat Kim Belair heeft gezegd. Ik heb ze ook letterlijk opgeschreven. Ze zei op een bepaald moment, if you're looking to get diverse talent, what are you willing to give? Dat vond ik echt een opmerking die ze heel erg in mijn oren blijven klinken. Ik denk dat ook een hele terechte was. Want eigenlijk wat ze daar ook zegt, is wel dat je bereid moet zijn om je naar iemand anders te verplaatsen. En dat is eigenlijk gewoon een andere omschrijving voor empathie, om te begrijpen waarover het gaat. En dan kwam ze natuurlijk heel snel bij die how uit. Hè. Hoe doe je dat dan? Hoe trek je dan meer divers talent aan? En dan kwam ze ook uit, ja, ook bij iets wat wij heel vaak horen, hè, ook waar we mee worstelen. Ja, maar ofwel krijgen we niet voldoende kandidaten, of ze hebben niet genoeg ervaringen. En dan zei ze daar eigenlijk 2 hele merkwaardige dingen op waarvan ik dacht van, daar gaan wij ook als FAF nog verder over nadenken. Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor heel de sector. Hoe presenteren wij ons eigenlijk aan die kandidaten? Zijn wij wel in hun ogen aantrekkelijke werkgevers? Is er wel een connectie? Is er wel een verbinding? Staan we daar eigenlijk bij stil? Ik denk dat we daar soms te weinig bij stilstaan. Dus een stukje van zelfkritiek die we best wel mogen hebben. Maar wat ik een ongelooflijk belangrijke opmerking vond die ze maakte, en dat heeft heel veel te maken denk ik, met inclusie en diversiteit, ze zei, life experience is experience. Mm-hmm. Nou, dat vond ik echt een... Ja, ik zou het zelf zo niet kunnen formuleren. Ik vond het echt een binnenkopper, maar ik vond het echt een hele belangrijke. En ik denk dat dit ook een manier is van naar dingen te kijken.
En, dan, en dat is niet alleen zij die dat heeft gezegd, maar dat kwam ook bij Kirsten Schäfer op het einde terug. Ze zei ook van, if you want change, be part of the change. En dan ging het inderdaad over, zet tijd in, zet middelen in, training, erkenning en geef ook dingen terug. Dus in dat opzicht ben ik ook blij, want dat stond ook nadrukkelijk in, de dingen die Anne heeft gepresenteerd, dat dat dingen zijn die wij ook willen doen. Ik was eigenlijk heel blij om dat te horen. Iedereen zal denken, ja, jullie hebben die sprekers heel strategisch gekozen, ze gingen vertellen wat jullie wilden. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat wij niet wisten wat die mensen gingen vertellen. Ja, wel in grote lijnen waar ze verstonden, maar dus dat deed me wel heel veel plezier. Nog heel eventjes om door te gaan op die games. Ik vond een opmerking van Dagmar ook heel belangrijk. Dagmar zei op een bepaald moment van, ja, als we meer diversiteit op het scherm willen brengen en we gaan op zoek naar die andere stemmen, we moeten ze zoeken, we moeten ze vinden, dan moeten we ons wel... Ze heeft het woord niet gebruikt, maar het zat er heel duidelijk in wat ze zei. Ze vertrok echt vanuit dat nozo-principe. We gaan niet over ons laten praten zonder ons erbij. Mm-hmm. En dat vond ik een heel belangrijk principe. Dat is ook een van de dingen die wij bij het FAF heel nadrukkelijk willen naar voren schuiven. Dat heeft ze duidelijk gezegd. En dan de dame van Ho West, haar naam ontschiet mij nu eventjes. Ali Weiss, ja. Die zei op een bepaald moment, representation is nothing without participation. En dat vond ik ook, dat is eigenlijk op een andere manier ook hetzelfde zijn. Dat vond ik eigenlijk ook een hele belangrijke. En dan, ik denk dat Aminata was die het zei dan op het einde, en dat vond ik eigenlijk ook wel een hele belangrijke, is dat we eigenlijk ook moeten nadenken over welke verhalen we vertellen. Dat brengt me eigenlijk naadloos bij ja, de keynote van Miranda Wayland, die daar ook heel erg over had. Hè, van welke verhalen vertellen. Ze begon eigenlijk op een hele sprekende manier. Zo van, herinner je nog de first time you fell in love with storytelling? Dat vond ik, ja, en ik herinner mij dat inderdaad nog. Ik was toen nog een hele kleine jongen en het was, ja, ik werd gewoon voorgelezen. En toen dacht ik van, ja, dat is inderdaad wel waar wat ze daar zegt. Want waar zijn wij eigenlijk mee bezig, ook in die audiovisuele en die gamesector? Wij zijn bezig met het vertellen van verhalen. En dus ze heeft daar op een aantal hele duidelijke dingen gewezen. Ook een opmerking die bij mij in mijn oren is blijven klinken. Ja, het was... Dat vind ik dan vaak zo mooi aan die Engelse talen. Ze kunnen dingen zo kernachtig formuleren. Don't discount large portions of your population. Ja, dat zegt het natuurlijk allemaal. Hè? Eigenlijk wat je daar zegt is van... Je moet verhalen vertellen en storytelling doen voor je volledige bevolking. En dat is eigenlijk ook wat wij hebben gezegd, iedereen in beeld. Je wil gewoon eigenlijk een authentiek beeld, een representatief beeld van je samenleving neerzetten. En ik was erg gecharmeerd van dat 50-50 Equality Project. Oké, het is dan vanuit de newsroom gekomen in de BBC. Maar er zaten drie hele belangrijke dingen in. Collect data to effect change. Ja, terug, hè, die dataverzameling. Measure what you control. Dat vond ik een heel belangrijke. En dat is ook een van de dingen die ik namens het FAF ook vandaag nog wel wil zeggen. Ik was eigenlijk heel blij met te merken dat er echt een samenhorigheidsgevoel was en dat er echt een gemeenschappelijk... Ik heb die echt gevoeld vandaag. Mensen hebben zoiets van, we moeten dat samen doen. Dat betekent ook dat je dan echt moet gaan meten waar je vooruitgang kunt boeken, maar je moet ook wel voorzichtig zijn, what you control. Er zijn ook dingen die we niet controleren. Het is hier daarnet ook nog in het gesprek rond de festivals en zo gezegd. Ja, eigenlijk zijn we een onderdeel van de volledige samenleving. Nogmaals, dat is ook weer geen excuus om er niet mee bezig te zijn. Maar dat is wel, je moet je daarvan bewust zijn. Het is een volledige beweging en je moet dat vooral op een verbindende manier doen. Ik denk dat je connecties moet maken. En dan wat ik ook een hele belangrijke vond, en dat zei ze, dat was eigenlijk het laatste principe, never compromise on quality. Mm-hmm. Want dat is ook een stopplat die je soms hoort. Maar ja, weet je, om er te geraken, dan moeten we uiteindelijk wel toegeven op de kwaliteit, want dan moeten we aan positieve discriminatie gaan doen. Daar was ze eigenlijk heel expliciet over. Zei, dat moet je vooral niet doen. En ben ik het ook met haar eens. Want eigenlijk denk ik dat je, als je dat zou gaan doen om meer inclusie te krijgen, dat je jezelf eigenlijk op de lange termijn een slechte dienst bewijst. Want dan ben je eigenlijk bezig met paternalisme en dan ben je eigenlijk niet bezig met echte inclusie, denk ik. Duidelijke targets. Een van die targets was ik heel blij mee. Ze hadden het over 50% gender balance. Dat heeft, denk ik, Carla gezegd en dat heeft ook Anne gezegd. En ik zal het ook nog maar eens herhalen. Wij hebben absoluut, en dat is het streefdoel, wij willen tegen 2025 dat die gender balance across the board 50-50 is. Mag ook sneller, hoor, wat mij betreft. Maar dat is absoluut waar we naartoe willen. En ze heeft het ook gezegd.
Ze heeft er twee andere belangrijke meegegeven. Daar zouden we eens moeten kijken van hoe zich dat verhoudt ten opzichte van onze samenleving. Ik vond het wel belangrijke getallen, namelijk 20% culturele diversiteit en 12% ja, mensen met een mentale of een fysieke beperking. Nu, ik wil dat niet met een apothekerschaaltje gaan doen, want dat is natuurlijk niet de bedoeling en dat is eigenlijk ook niet wat ik wil zeggen. Maar het betekent wel dat we ons hele duidelijke targets moeten durven zetten. Hè? Dat je zegt van, dit is echt waar we moeten proberen over te springen. Wat ik er interessante vond, en ik had eigenlijk gehoopt ook dat dat er vandaag zou uitkomen, en dat is iets waar mensen, die link maakt me niet zo vaak als men het over de inclusie en diversiteit heeft, maar het is ook een business case gewoon. Ik zeg nu niet dat het de eerste reden moet zijn waarom je het moet doen, maar het mag ook wel een reden zijn waarom je het doet. Maar kijk, en laat één ding duizend, daarmee wil ik totaal niks negatiefs gezegd hebben, nog over Netflix, nog over streams, maar in het geval van Netflix, goed, ze waren zelf niet aanwezig vandaag, dus ze konden het ook niet zeggen. Maar goed, Cecilia Verheijden gaf het heel duidelijk aan, ze zetten er heel erg op in. Dat klopt, en ik vind het ook fantastisch dat ze dat doen. Maar Netflix is daar ook, doet daar ook niet kinderachtig over. Die zeggen ook van, dit is ook de toekomst. Kijk naar hoe onze samenlevingen evolueren. Kijk naar de demografische evoluties. Wij moeten ook, en dat was ook een van de dingen die Miranda zei, met die volgende generaties bezig zijn. Het is de logica zelf. Het is ons publiek. Maar ik denk dat Peter van Streams er nog duidelijker over was. Die zei van, we moeten dat niet alleen maatschappelijk doen. Dit is ook commercieel verstandig beleid. Ik was heel blij ook met een aantal van de dingen die hij zei in verband, en over Peter van Streams in verband met het aankoopbeleid. Ja, wij zijn nadrukkelijk bezig met criteria rond diversiteit en rond inclusie. Over welke verhalen gaat het, over welke doelgroepen gaat het en ook wie heeft die verhalen geschreven, wie staat er achter de camera en iets wat ik eigenlijk een fantastische opmerking vond van Bruno van de WOFTP was van, ja, we moeten misschien ook maar eens gaan kijken aan de mensen aan de top. Dat was ook een van de dingen die in de presentatie zat van Anne. He, waar zitten de decision makers, de beslissingsmakers? En Bruno had het er zelf over de machtsposities. Wie maakt eigenlijk de beslissingen? En Carla speelde daar toen op in door te zeggen van ja, gatekeepers zijn inderdaad belangrijk. Dat is een van de dingen waar wij ook willen op inzetten. Ik denk dat dat absoluut ook een van de dingen is waar wij samen met het FAF ook moeten proberen van die data beter in kaart te brengen en ook daar te kijken wat we zouden kunnen doen. En goed, daar is dan het idee gelanceerd. Ja, het is geen vrijblijvend idee hoor, want we willen het effectief gaan lanceren van een impulspremie waar we dan willen kijken hoe we dat niet terug als een bestraffing of als een grens, maar echt als een soort van een beloning, hè, post factum. Als men een productie eigenlijk als die is uitgezonden of een film in de zaal is geweest, en we dan kijken van, weet je, dat heeft eigenlijk een aantal maat, dat beantwoordt dan een aantal maatstaven, dat eigenlijk als een soort van ja, een duwtje in de rug kan zijn naar een nieuwe productie. Ten slotte, ja, en het was dan op een andere manier dat Kirsten Schaeffer het zei van, ja, why does inclusion matter? Nou, zij vatte het eigenlijk heel kort samen. It's good for culture and it's good for business. En wat ik dan heel goed vond, en in dat opzicht was dat laatste gesprek eigenlijk ook heel, heel, heel goed, denk ik, en echt op zijn plek, dat zij echt ook zei van, kijk, het is heel belangrijk dat every part of the ecosystem, echt elk onderdeel, of het nu gaat vanaf het hele vroegste stadium van het idee, van development, tot eigenlijk distribution en eigenlijk het publiek, we moeten er met z'n allen mee bezig zijn. En echt dat bewustzijn creëren, sensibiliseren, terug targets bepalen. En een van de dingen die ik nog niet gezegd heb, dat kwam heel vaak voor in de presentaties, we moeten ook veel meer communicatief praten over successen en over rolmodellen. Dat was een van de dingen die mij heel duidelijk is. Ik denk dat dat ook echt iets is waar wij als FAF nadrukkelijker nog moeten op inzetten. Ik denk dat dat ook iets is waar we met de filmscholen kunnen rondwerken. Maar echt, dat is nu eenmaal zo. Succesvoorbeelden, dat is heel inspirerend voor mensen. En ik denk dat is iets, ja, dat is eigenlijk een heel eenvoudige. Dat kost ook totaal geen geld. Dat is wel een mind switch, dat je daar veel bewuster moet mee bezig zijn. Dus ik denk dat we dat ook moeten doen. Ik voelde heel duidelijk een dubbel gevoel rond dat label voor inclusie. En dat begrijp ik ook wel ergens, want daar zijn inderdaad voor- en nadelen aan. Maar het werd helemaal op het einde nog eens gezegd. Maar het is eigenlijk ook als een rode draad door heel deze dag gegaan. En dat is voor mij echt een hele belangrijke. En dat is eigenlijk ook een beetje de boodschap waarop ik zou willen afsluiten. Is van, ik denk, het gevoel wat er vandaag was, dat moeten we niet alleen vasthouden, maar dat moeten we uitbouwen. En dat gevoel voor mij was er echt een van, wij gaan het alleen kunnen doen als we het samen doen.
Ik wil dat nog een keer zeggen. Het FAF heeft er totaal geen moeite mee om die rol van katalysator en inspirator en motivator en deeltjesversneller en noem het zoals je het wil om die te spelen. Die willen we echt spelen. Maar we gaan er alleen kunnen in slagen als we het met z'n allen samen doen, omdat we er allemaal van overtuigd zijn. Maar dat vond ik wel positief. Ik heb hier vandaag heel veel enthousiasme en overtuiging gezien. En nu moeten we er gewoon dag na dag, week na week werk van maken. Dus wat ik ook beloof is, van het zal niet bij deze dag blijven. Het zal ook niet bij woorden blijven. Er zullen absoluut hele concrete dingen volgen. En dat zal, denk ik, al vanaf dit najaar duidelijk worden. Het zal vermoedelijk al duidelijk worden in de eerstvolgende keer dat reglementen vanuit het FAF zullen gepubliceerd worden, dat we daar echt accenten gaan leggen en keuzes maken. Maar we moeten daar ook op regelmatige tijdstippen over terugkoppelen. En ik denk dat we samen met de sector systematisch initiatieven moeten blijven nemen tot we inderdaad zijn waar we zijn en dan kijken van oké, waar liggen nu nog de werven om verder te gaan. En dus vanuit die optiek vind ik het eigenlijk ben ik een heel gelukkig man en vond ik het een heel geslaagde dag. Jij vond het een geslaagde dag. Ja. Ja. Ik vond het ook aangename panels, fijne stemmen om te horen, ook goede keynote speeches. Ja. En we zijn al 5 minuten over tijd. We hebben ons netjes aan de timing gehouden. Ook dat is bijzonder. Ja, inderdaad. Meestal lopen zo'n dingen uit. Ja, ja, ja. Dus dan gaan we hierbij afronden. Koen, heel hard bedankt voor het slotwoord. Voor de organisatie, ook alle andere mensen van het FAF, heel hard bedankt. Bedankt ook aan alle panelleden die er waren. Aan alle keynote speakers die vanuit hun respectievelijke land aanwezig konden zijn. En dan gaan we hierbij afscheid nemen. Maak er nog een fijne avond van en waarschijnlijk tot een volgende keer.